Ik ben Tracy Metz en dit is Stadsleven. We hebben wel iets te pakken, hè? Eerste keer in de balie en al uitverkocht. Nou, superleuk. Bedankt dat jullie er zijn. Ik ben heel blij. Stadsleven is een live maandelijks talkshow over onderwerpen die in de stad spelen. Die spelen in steden over de hele wereld. Meer dan de helft van de mensheid woont intussen in steden. Dus over steden in het algemeen en over Amsterdam in het bijzonder. Dit is intussen de 20e editie van Stadsleven. Voor het eerst nu in ons derde jaar in de balie. Ik wil jullie aan een paar mensen voorstellen. Om te beginnen onze mascotte. Reggie de Reiger. Want er is geen dier dat zo symbool staat voor Amsterdam als de reiger. Het zijn een soort hyena's van de lucht. We hebben ook in een vorige editie van Stadsleven een geweldig filmpje over schoffies, over reigers in de stad. Dus we dachten, Stadsleven heeft een mascotte nodig. En dat is Reggie de Reiger geworden. Vanavond wordt ook deze editie van Stadsleven gelivestreamd. Zowel op de site van Stadsleven, stadslevenamsterdam.nl, als de site van de balie. Dat is ook voor het eerst, dat is een experiment voor ons. We hebben veel noviteiten vanavond. De kindertekeningen die jullie voorbij hebben zien komen als inloopfilmpje, die zijn gemaakt door kinderen in de basisschool de Pinksterbloem, hier aan de Weesperzijde. En het is werkelijk fantastisch om te zien als je kinderen vraagt, wat wil je van je stad, waar ze allemaal mee komen. Nou, het kan niet gek genoeg. Trampolines, glijbanen, je kan in één sprong van de binnenstad van Amsterdam naar Utrecht. Sommige kinderen willen hele mooie huizen en Lamborghinis in de straat. Anderen zijn al blij met een Lidl. Alle smaken zijn voorbij gekomen. En ik vond het ontzettend leuk om niet alleen aan jullie volwassenen te vragen. Wat vind je van de stad en kinderen in de stad? Maar ook aan de kinderen zelf. En we hebben ontzettend veel plezier gehad aan wat zij dachten van de stad. Wij hebben onze nieuwsbrief. Tessa staat hier met de nieuwsbrief. Als je het leuk vindt om op de hoogte te blijven van wat er in Stadsleven gebeurt. Elke maand een ander thema. Laat je naam en je e-mailadres achter op de nieuwsbrief en we zullen je met plezier op de hoogte houden. En ik wil ook het Stadsleven team bedanken. Onze vrijwilliger Tessa Dikker, onze fotografe Bibi Vet, de prachtige visual storytelling. Onze stagiaire, nog net onze stagiaire Judith de Bie. Judith, zei even op, want je bent onzichtbaar daarachter. Judith. En mijn collega, programmamaker van Stadsleven, Sanne van de Beek. I couldn't do it without you. Even opstaan, Sanne, dat ze weten wie je bent. Ja. Ja. We hebben een aantal publicaties hier. Zoals jullie zien, het boek Nestelen in de Stad. Geschreven door een van onze sprekers vanavond, Bas Liesker. Dat boek kunnen jullie opvragen bij de BNA, als het je expertise in is en als het je interesseert. We hebben ook Ons Amsterdam. Er waren nog slechts 5 exemplaren in het archief uit 2005, toen het heel anders voorstond met kinderen in de stad. Het is een artikel geschreven door onze eerste spreekster van vanavond, Lia Karsten. En daarin zegt ze, uit 2005, dus 10 jaar geleden, als je buiten wilt gaan voetballen, dan doe je er goed aan om vriendjes te bellen en telefonisch af te spreken en je van huis op te laten halen. En er waren toen ook heel weinig kinderen in de stad. Het is echt een vrij nieuwe ontwikkeling waar we het over gaan hebben. Ja, dat is de trend eigenlijk, dat er steeds meer kinderen in de stad zijn. Jeroen Slot zal ons vanavond daar meer over vertellen. Hoofdonderzoek en statistiek bij de gemeente Amsterdam. Mensen die hebben gestudeerd in de stad, die hun leven hebben opgebouwd in de stad, die willen niet meer weg als ze kinderen krijgen. En dat heeft nogal wat voeten in de aarde, want dat betekent soms dat je je kinderwagen naar 3 hoog achter moet sjouwen, dat je het verkeer moet trotseren, de hondenpoep op straat, hoewel dat gelukkig iets minder is geworden, playdates maken. Nou, het is kortom een hoop gedoe. En toch hebben we het er voor over, want wij zijn, nou, ik niet, maar
jonge ouders zijn, hebben het leven opgebouwd in de stad, willen hun kinderen hier grootbrengen. Ook als dat betekent dat het leven wat gecompliceerder is en dat ze minder ruimte hebben. Soms een kamertekort komen thuis, de woningen in Amsterdam zijn er niet op berekend. En over het algemeen heeft de woningvoorraad deze trend niet kunnen bijhouden. Daar gaan we ook vanavond meer over horen. Ik wil onze partners bedanken. Dat is dus voor het eerst vanavond de Bali. Het voelt als thuiskomen. Ik kan niet anders zeggen. Het Parool. Een geweldig nieuwe mediapartner voor ons bij deze talkshow. Wie mijn stuk in het Parool nog niet had gezien, je kan het Parool meenemen. Die ligt hier buiten. Prachtig gepresenteerd over 3 pagina's in PS van deze week. Ook het Parool heeft stadsleven gul en onvoorwaardelijk omarmd. Dus daar zijn we ook heel blij mee. Ik blijf erover schrijven voor de Groene Amsterdammer. En we zijn natuurlijk ontzettend blij dat onze partner van het eerste uur, AI Film Instituut, ook vanavond acte de présence geeft met een heel mooi filmfragment. Vanavond het programma, als het goed is, kunnen jullie dat achter me zien. Ik ga het niet allemaal oplepelen, want je merkt het vanzelf, maar hier heb je alvast een indruk. Je kan na vanavond ook op onze site kijken, stadslevenamsterdam.nl. En daar zie je veel meer van het onderzoek dat we hebben gedaan en veel columns, onder andere van Xandra van Gelder, die hier zit vanavond, over opgroeien in de stad en het grootbrengen van kinderen in de stad. Daarmee wil ik mijn inleiding afsluiten en ik wil graag Lia Karsten, Lia, onze eerste spreker, professor stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam, vragen naar voren te komen. Wil je plaatsnemen op de bank, Lia? Hier heb je een microfoon. Oké. Lia, jij houdt je al heel lang bezig met stadskinderen. Je hebt daarover ook dit boek geschreven. Intussen helaas niet meer leverbaar, maar wel in te zien vanavond. Hoe ben je tot dit specialisme gekomen in de stadsgeografie? Nou, het boek Stadskinderen heb ik geschreven samen met Carolien Bouw. Die zit ook in de zaal, oh, dus dat ook even wat Carolien, sta je vocht. Co-auteur. hoe kwamen we op dat idee van die stadskinderen? Ik doe eigenlijk al heel lang onderzoek naar tijdbesteding en ruimtegebruik van verschillende type huishoudens in Amsterdam en ook daarbuiten. Dat is een hele mond vol, maar dat gaat over hoe mensen hun buurt gebruiken, wat ze daar leuk aan vinden, hoe dat zich verhoudt tot omgevingen verder weg enzovoort. En ik zag op een gegeven moment dat in mijn onderzoek dat gezinnen met kinderen zich heel erg gingen onderscheiden van andere huishoudens. En dat het hebben van kinderen eigenlijk een enorme complexiteit toevoegde aan het dagelijks bestaan. Dus enerzijds is het natuurlijk heel gewoon dat je kinderen krijgt, maar anderzijds wordt het dan natuurlijk toch iets ingewikkelder hoe je de eindjes in termen van tijd en ruimte aan elkaar knoopt. Hè? Dat je op tijd weer bij de crèche bent, dat je je werk blijft doen, dat je je boodschappen in huis haalt. Zeker in de tijd moet je nog even denken dat er niet die openingstijden waren van die winkels zoals we dat nu hebben. En die openingstijden van de crèche, of sowieso waren er veel minder crèches. Dus ik zag die complexiteit en ik ging nadenken over hoe dat nou vroeger was. In de zin van hoe was dat nou met mijzelf vroeger of met mijn ouders. Gingen jouw ouders meteen de stad uit toen jij geboren werd? Nou, ik ben opgegroeid in een heel klein dorp in de kop van Noord-Holland. Ik was 1 van de 10 kinderen. Een katholiek gezin in een katholieke enclave in de kop van Noord-Holland. Dus ja, dat is een compleet ander leven dan het leven wat ik ging leiden in Amsterdam met mijn kinderen en mijn man en mijn carrière enzovoort. Dus dat triggerde enorm. Dus ik dacht, ik moet meer gaan weten over hoe dat nou eigenlijk is. Op dat moment, toen ik begon met het onderzoek, toen was het heel duidelijk zo van, kijk, gezinnen, als ik dan met mensen van DRO, dienstruimtelijke ordening, hier in Amsterdam over had, hadden ze zoiets van, ja, Lia, ach nee, die gaan allemaal naar Purmerend en daar gaan we ons echt niet mee bezighouden. Hè? Dus die gingen, gezinnen gingen naar buiten. Ach. Ja, zo ging het ook echt hoor. Maar ik had het gevoel van, nee, dat gaat veranderen. En ik zag het ook om me heen. Ik was er zelf onderdeel van natuurlijk, maar ik zag het ook om me heen veranderen. En ik dacht, hier gaat iets gebeuren. Namelijk dat het ideaal van de kindertijd, dat we altijd gekoppeld hadden aan buitenwonen, in dorpen of overloopkernen enzovoort, dat ideaal ging verschuiven.
En ik heb me dus afgevraagd in mijn onderzoek toen van ja, hoe komt dat nou? Of waar, wat is nou die drive daarachter? En nou, een van de redenen waar ik op kwam in mijn onderzoek was dat het een hele belangrijke factor in de Nederlandse context is dat vrouwen gewoon veel meer zijn gaan werken en werkend moederschap veel gewoner werd. Wat betekende dat je in tijd en ruimte dus die, dat zorg en werk moest gaan combineren en dan werd de stad opeens veel aantrekkelijker. Dus die vrouwen die vertelden mij van ja, we kunnen wel, hè, want dan vroeg ik van nou, waar willen jullie wonen of wat voor ideeën heb je? Ja, we kunnen wel de stad uitgaan. Maar ja, dan weet ik wel hoe het gaat. Dan gaat die man van mij, die gaat gewoon door met zijn carrière. En ik sta om 3 uur in Almere bij de school en ik kom nergens. Dat is echt de dood in de pot, hè? Nou, dat was toen natuurlijk nog betrekkelijk nieuw dat vrouwen dat zo gingen formuleren in de Nederlandse context. Hè. Dat is heel anders. Wij bungelden in Europa ergens onderaan als het over het werkend moederschap ging. En nu zijn we ongeveer derde, geloof ik. Dus we zijn enorm daarin gegroeid en daarmee is die stad dus ook veranderd. Daarmee gingen we anders kijken naar die maar stad. Maar we hebben wel een andere verdeling ook van het arbeid gekregen in het huishouden. Hè? Ja. Je hebt het in je werk over de 4-4 huishoudens. Ja, ja. Wat zijn dat? Nou, de 4-4 huishoudens zijn dus zeg maar opgekomen in die tijd. Want die vrouwen die zeiden van ja, we willen wel in die stad blijven en we willen dus die carrière. Maar ja, in Nederlandse context, je kind 5 dagen naar de crash. Nou, ik geloof dat het sociaal niet haalbaar is. Misschien zitten hier mensen die dat doen. Maar het was zeker 10 jaar geleden. Dat was een slechte moeder, hè? Een hele slechte moeder. Een hele slechte moeder. En dus er moest onderhandeld worden met die man en die vader. En daar, klinkt alsof het twee verschillende mensen waren. Nou ja, in ieder geval werd hij op zijn vaderschap aangesproken. En nou, ik heb dus recent met een van mijn AJO's, die inmiddels Willem Boterman, die inmiddels ook al lang AJO af is, maar uitgezocht. En we hebben gevonden dat inderdaad in de hoogstedelijke gebieden de verdeling van arbeid tussen vaders en moeders veel gelijkmatiger is dan buiten de hoogstedelijke gebieden. Dus dat betekent dat je binnen de ring van Amsterdam bijvoorbeeld veel meer gezinnen aantreft waar 4-4, 4 dagen per week betaald werk, voor beide partners gebruikelijk is dan pak een beet Almere of andere. Dus die drive die ik zag, die is ook daadwerkelijk gematerialiseerd, zou je kunnen zeggen, in de praktijk gebracht. En je hebt ook het begrip jupup. Ja. Jup met 2 P's uitgevonden. Wat is de jup met 2 P's? Nou ja, kijk, in mijn stad of in mijn werkgebied, wat stadsgeografie is, is heel veel te doen over gentrification. En in die gentrification literatuur kwam ik maar steeds die juppies tegen. En als ik daarover nadacht, dan zag ik daar altijd zo'n snelle jup langskomen. Jong, hip. Tot 12 uur 's nachts in de kroeg of nog later en de volgende dag enzovoort. Hè. Dus, en ik dacht, ja, dat beeld, dat klopt niet. Ik moet, want er zijn ook andere gentrifiers, hè, noem je dat dan eigenlijk. Dus de mensen die die gentrification veroorzaken. En zo ben ik dus gekomen van juppies. De mensen die ik interviewde waren heel vaak dus juppies geweest. Hè, dat waren juppies. Young urban professionals. Ja, young urban professional. Maar ze en wat werden zijn ze ouders. Nu? Ja. Hè, dus nu worden ze young urban professional parents. Ze zijn parents ook geworden. En ze combineren dus dagelijks dat professional zijn in een beroep met het ouder zijn, het parent zijn. Dus daarmee heb ik zeg in de literatuur iets toegevoegd aan wat we wisten over gentrification. Namelijk dat die transformatie van juppies naar jups aan de gang is. En daarmee is die stad en dat hele proces van upgrading, wat eigenlijk gentrification is, is gaan kantelen. Is daar een andere invulling in aangegeven door maar die ouders. Maar toch heb je ook geschreven dat de young urban professional parents, de jups met 2 B's... Ja. Die trekken wel naar bepaalde buurten, ja. Waardoor je eigenlijk een nieuwe vorm van segregatie in de stad krijgt door die kinderen. Ja, nou dat is wat kort door de bocht geformuleerd. Ja, dat heb je met de journalisten. Maar het is inderdaad waar, het verhaal wat ik vertel is heel erg ook een buurtspecifiek verhaal. Dus je ziet het terug in bepaalde buurten in Parijs, in bepaalde buurten in Stockholm, in bepaalde buurten in Helsinki, in Londen. Het is heel internationaal. Die allemaal bepaalde eigenschappen gemeen hebben. Ja, die bepaalde eigenschappen gemeen hebben. En wat zijn die eigenschappen? Die eigenschappen zijn, misschien moet je het samenvatten onder een ander begrip wat ik heb geïntroduceerd, en dat is stedelijkheid in de luwte.
Dus er is eigenlijk een enorme clash gaande als het gaat over stedelijkheid. Hè? Van wat, er is bijvoorbeeld kritiek op de hele beweging dat de gezinnen de stad overnemen. Dat het dan truttig zou worden. Of dat het, dus het ideaal van stedelijkheid is een ander ideaal dan de stedelijkheid in de luwte die deze jups nastreven. Dus dat is wel stedelijk, maar een zekere luwte in fysieke zin. Dus net achter de drukke doorgaande weg aan een pleintje of met een tuintje. Of brede stoepen. Brede stoepen. Dat is de invulling die gezocht wordt dus, met bepaalde voorzieningen. Ja. Maar dat zijn dus a priori welvarender buurten. Grotere woningen, ja, bredere ja, stoepen, want de druk, meer rust. Ja, de druk op de woningmarkt is natuurlijk heel groot in steden als Amsterdam. Maar dat geldt ook voor Stockholm, dat geldt ook voor New York, dat geldt ook voor Parijs. Dus ja, wil je dan dichtbij wonen, om het zo maar te zeggen, of in nabijheid wonen, in die luwte wonen en toch niet midden in die drukte. Dat heeft een prijs en dat kan erin resulteren, waar jij je inleiding mee begon, dat ouders dan een soort afweging maken van ja, we wonen wel krap, maar we kunnen het nu wel allemaal redden. En we kunnen en daarmee, ja, dat is dan jammer dat we geen grote, we kunnen meer huis voor ons geld krijgen in Almere of Purmerend, maar we gaan akkoord met een kleinere woning. Ik heb ook mensen geïnterviewd die ja, allebei een goede opleiding, goed inkomen en toch, ja, ik bedoel, voor hun eventueel derde kind een soort van dingetje getimmerd hadden. En een hangmat. Zoiets. Hè, dat je denkt van, oh ja, de jaren 50 zijn weer terug, hè, dat we voor kinderen stapelbedden en zo. Maar daar komt dan weer een andere verhaal overheen van, ach ja, waarom zou een kind ook ieder kind een eigen kamer. Misschien is het eigenlijk ook wel veel socialer, een stapelbed. En, dus je kunt daar weer hele andere ideeën over de ideale kindertijd aan afleiden. Hoe, dat is voor mij nog steeds een raadsel. Hoe heeft dit zo snel kunnen veranderen? Want je beschrijft in Ons Amsterdam in 2005 hoe het aantal kinderen afneemt. En ik bedoel, het lijkt echt in 10 jaar tijd, dat is toch niet zo lang, zo ontzettend omgeslagen. Ja, ik denk dat we ook gewoon in een, zeg maar, een urban tijdperk leven. Hè? Dus de stad is populairder dan ooit. Hè? We hebben dus die hele superurbanisatie die we hebben gekend tussen pak een beet 1965 en 1985, denk ik, op zijn hoogtepunt. Waarbij het ideaal heel duidelijk daarbuiten lag. Ja, het is voor heel veel mensen dat de stad iets aantrekkelijks heeft. We vinden werk en carrière belangrijker, denk ik, dan in ieder geval toen ik studeerde en ging werken, had ik geen idee over een carrière of zo. En als ik dat vergelijk met mijn kinderen, dan hoor ik dingen dat ik denk, oh, denk je daarover na? Hè, dus zoals? Dat is ook, nou, hoe je carrière kan. Alleen het woord carrière was al heel erg besmet. Vies. Ja, daar ging je in ieder geval niet op voorstaan. Mm-hmm. Terwijl dat nu gewoon een topic is. Mm-hmm. En dat doe je denk ik in de stad vaak. Ja, ja. Ik vond het grappig hoe je me vertelde hoe mensen dat ouderschap en carrière vermengen door, ja, je moet met je kinderen naar de zandbak of naar de speeltuin in Amsterdam, want veel buitenspelen is er niet, gaan we het zo over hebben. En dan zit je gewoon op de rand van de zandbak je e-mail bij te werken. Ja. Zo doen we dat tegenwoordig. Ja. Wat dat betreft, de voortgang van de technologie heeft het ouderschap ook beïnvloed. Heeft het absoluut ook beïnvloed. Ook overigens omgekeerd, hè, dat die kinderen namelijk ook die toegang tot e-mail gaan bijwerken. En dat je dus ook ziet ook tegenwoordig dat het voor sommige kinderen en ouders ook moeite kost om die kinderen los te maken uit die binnenwereld. Hè, en ze mee te nemen naar buiten. En natuurlijk ook wel dat buitenspelen veel meer is ingekaderd in een als een ja. Ik noem dat dan adult activity, in de zin van dat er een volwassene bij te pas moet komen. En dat is natuurlijk wat je eigenlijk, ja, kinderen, je zou kinderen gunnen dat ze
wat gewoner kunnen gaan buitenspelen zonder dat daar al te veel ouderlijke bemoeienis bij. En dat ze die afhankelijkheden met hun ouders op dat punt eigenlijk niet nodig hebben. En dat we Want een dat stad is wat maken, de stadskinderen van nu missen. Ja, ik denk dat wij veel meer aandacht zouden moeten hebben voor hoe kinderen zich door de stad begeven. En dat ook een beetje ondersteunen, zodat dat makkelijker wordt. En dan kunnen we ook heel veel leren van, ik ben een tijdje in Scandinavië geweest en daar zie je bijvoorbeeld dat kinderen veel meer zelfstandig gaan, hè, dan, dus los van de ouders. En het is, dus er is een hoop te winnen wat dat betreft. Te winnen, maar dat is ook een, misschien hebben we ook iets verloren wat we niet meer terug zullen vinden. Alles is nu zo vormgegeven. Ja, we zitten ook zo bovenop onze kinderen. Ja. Nou ja, ik verzet me daar nog wel wat tegen eigenlijk, dat dat zo zou zijn. Ik denk dat we ons zouden moeten inspannen om te zorgen dat dat toch nog. Kijk, als je over kinderen nadenkt. Kinderen zijn tegenwoordig toch al heel erg gauw een soort van kleine volwassenen. Hè, met hun taken en hun dingen en ook hun toegang tot de computer en weet ik wat. En eigenlijk misschien het enige waar kinderen nog echt kind kunnen zijn, is misschien in dat buitenspelen. Hè? En ik denk dat we daar dan toch wel heel erg voor moeten staan met z'n allen. En daar zou echt meer inspanning op moeten worden gepleegd om dat te behouden voor inspanning kinderen. Inspanning voor wie? Nou, ik denk natuurlijk in de eerste plaats aan ruimtelijke vormgevers en ruimtelijke beleidsmakers. Dat is één. Maar ik denk ook wel in buurten als geheel, dat we dat met z'n allen moeten faciliteren. Hè? Wat heel vaak collega's tegen mij zeggen in het buitenland, die zeggen dan, ja, Lia, maar het is bij jullie toch allemaal geweldig, want jullie hebben allemaal fietspaden en iedereen kan op de fiets overal naartoe en zo. Maar als je ziet hoe die fietspaden gebruikt worden, ik zie daar nooit een kind van 8 jaar alleen op de fiets. Hè? Terwijl dat fietspad daarvoor bedoeld is. Maar dat fietspad wordt gebruikt door allemaal snelle scooters. Jongens. Snelle jongens op scooters, mensen die tegen de richting inrijden, er wordt niet gekeken. Dat fietspad is gewoon niet meer veilig om te fietsen als kind alleen. En ik denk dat we daar veel meer bewust van moeten zijn als stad, als samenleving, als buurt. Dat moeten we met z'n allen gewoon. Dat is ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid, vind ik. Mm. Mooi gezegd, dankjewel. Wil je even bij me blijven terwijl ik nu het woord geef aan Jeroen Slot? Jeroen is hoofd onderzoek en statistiek bij de gemeente Amsterdam. En jij gaat ons wat trends vertellen en onderbouwen. Wil je dat hier doen of achter de katheder? Ik zie hier. Voel ik mij veilig met dit apparaat in mijn hand? Wat ik inderdaad wil proberen is in een paar minuten wat getallen te laten zien over hoe dat nou gegaan is met die bevolkingsontwikkeling in de stad en met die toename van het aantal kinderen. En om te beginnen met dit plaatje, dat ons van 1970 naar nu brengt. En die bovenste lijn, dat zijn de inwoners van Amsterdam. In 1970 nog 830.000, 6%, meer nog 6,5% van de Nederlandse bevolking, 13 miljoen mensen op een stuk kleiner grondgebied. Toen was het pas druk in de stad. Die bevolking die ging razendsnel achteruit in de tijd van suburbanisatie. Je zou eens kunnen zeggen, bevolking eruit, auto's erin. En dat heeft geduurd tot 1985 ongeveer. Maar dit lijntje hieronder, dat zijn de 0 tot 17-jarigen in de stad. En van dat lijntje zien we onmiddellijk dat het nog sneller omlaag loopt dan de bevolking als geheel. En die suburbanisatie ging natuurlijk ook heel erg over gezinnen met kinderen. Dus dat aandeel is heel snel van bijna 25% naar een procent of 16, 17 gezakt in 1985. En dat het lijntje van 0 tot 4-jarigen niet zo heftig meebeweegt, komt omdat je wel eerst geboren moet zijn voordat je weg kan gaan. Dus dat reageert iets minder snel. Maar daar zien we eigenlijk dezelfde trend. Als je dan wat meer inzoomt nog op die groep, dit is het, hier zie je dat aandeel van die twee verschillende leeftijdscategorieën door de tijd. Dan zie je ook dat het aandeel 0 tot 17-jarigen ergens zo rond 1990 weer begint te groeien. En dat geldt ook, en opnieuw een fractie eerder natuurlijk, voor die
0 tot 4-jarigen. Dat begint eind jaren 80 begint dat weer omhoog te gaan. Maar dat zijn andere Amsterdammers. Dit zijn, die groei wordt in hoge mate veroorzaakt door migratie. Nieuwe Nederlanders, mensen uit Turkije, Marokko, Suriname, om maar drie grote groepen te noemen. Dat was eigenlijk de nieuwe stadsbevolking die ook die nieuwe groei van deze categorieën op gang gebracht heeft. Als je dat een tijdje volhoudt, zo'n selectief spelletje van binnenkomen en weggaan, dan krijg je na verloop van tijd heel verschillend opgebouwde bevolkingsgroepen naar leeftijd. Dit is Amsterdam in 1900, een heel klassieke piramide met heel veel jongeren. En een eeuw later, want we hebben er in die eeuw per jaar een maand levensverwachting bijgekregen. De stad verandert op zichzelf, maar je ziet hier de groep die niet in Amsterdam geboren is, typisch rond een jaar of 17 binnenkomt. Dit is de groep die nog wel in Amsterdam geboren is, autochtoon, heel wisselend samengesteld eigenlijk ook in termen van leeftijd. En juist onderin begint hij de laatste tijd weer sterk te groeien, dus hij staat wat steviger zou je kunnen zeggen. Dit is de groep westerse allochtonen, mensen uit België, Frankrijk, noem maar op. Die ziet er vrij normaal uit. En dit is de groep niet-westerse allochtonen, die toch heel erg jong is, nog steeds. Dus als je dat maar even terug, dit is de situatie nu. Het zijn dus eigenlijk ook demografisch gezien al heel verschillende groepen. Even terug nog naar die kinderen, naar die 0 tot 17-jarigen waar we het toch steeds over hadden. Als je dat uitsplitst naar herkomst, dan zie je ook dat na die aanvankelijke groei, zo vanaf begin jaren 90, rond 2004, 2005, het in absolute zin dat aantal alweer begon te dalen. En dat komt, ja, dat komt een heel klein beetje door derde generatie, die zien we als autochtoon. Dat komt een beetje door suburbanisatie, ook deze groepen gaan daaraan meedoen. En dat komt zeker ook door het afnemend kindertal per huishouden. Dat is de reden waarom die alweer over zijn hoogtepunt heen is. Maar we zien hier dat de autochtonen en ik zou haast zeggen in haar kielzocht ook de westerse allochtonen vanaf dat moment wat beginnen toe te nemen en op het eind van de periode wat sneller. En dat laatste zien we vooral goed als we, zoals in het volgende plaatje gebeurd is, inzoomen op de allerjongste groep, de 0 tot 4-jarigen. En daar zien we opnieuw dat hoogtepunt ergens zo rond 2004, 2005. Maar we zien hier dat vanaf 2010, 2011 de autochtone kinderen de allochtonen weer hebben ingehaald. Dus daar zijn er inmiddels op die leeftijd meer van. Overigens is het nog steeds zo dat de kans heel groot is dat je voor dat je 4 bent als kind ook weer vertrokken bent uit Amsterdam. Niettemin, deze veranderingen zien we en deze groep doet daar ook aan mee. En er is net al even over gespeculeerd. Is het nou echt veranderende waardering samengaand met 4+4 gezinnen, jups? Of is het toch de crisis? Nou, ik blijf maar even zeggen dat gezien het precieze tijdstip van de knik in deze figuur in de blauwe lijn, die crisis toch wel een werkbare hypothese lijkt. Blijft ook dat die crisis mede er oorzaak van is dat een deel van de gezinnen, jonge gezinnen, ook het vertrek naar een andere plek in de regio heeft uitgesteld. Dat kan er uiteindelijk toe leiden dat ze zich helemaal verzoenen met hun huidige omgeving. Wat zou er mis zijn met een stapelbed, hoorde ik net al. Dus dat kan heel goed, zeker als dat een tijdje duurt. Dat moeten we afwachten. Die ontwikkeling gaat niet in de stad overal op precies dezelfde manier. Dit plaatje ziet er misschien op het eerste gezicht een beetje gek uit. Maar het is Amsterdam, dat was wel duidelijk denk ik. Het heeft blauwe vlekjes. En die blauwe vlekjes zijn plekken in de stad waar je relatief veel autochtone jonge kinderen treft. En eigenlijk zitten al die blauwe plekken helemaal aan de rand van de stad. Kadoelen doen nog mee. Hier is net begonnen eigenlijk. Eiburg bestond natuurlijk nog niet in 2004. Dat is net begonnen. En de rode plekken, dat is 2014. En eigenlijk zien we het nu overal. Overal van die stukjes, ongetwijfeld mooi luwe stukjes in de stad. Waar je relatief veel autochtone jonge kinderen treft. Maar ze liggen wel allemaal zo ongeveer binnen de ring met al die mooie stedelijke voorzieningen in binnenbereik. Eiburg valt op, maar dat is niet zo gek, dat is nieuw. Maar de Watergraafsmeer is, zou je kunnen zeggen, behoorlijk geëxplodeerd zelfs in deze termen. En daar vind je dit verschijnsel van jonge autochtone kinderen ook heel sterk terug. Je kan dat ook aan dit plaatje nog zien. Het kindertal
is behoorlijk gestegen. Maar dat zit eigenlijk volledig in de autochtone groep. In ieder geval veel sterker in de autochtone dan in de allochtone groep, zeker ook in termen van in absoluten. En het zijn vooral westerse, dus Belgische, Nederlandse enzovoort, kinderen. En dit is dus een extreem voorbeeld van de trend die we net gezien hebben. Maar er is nog een andere, toevallig ook meer in Amsterdam, Slotermeer, aan de andere kant van de stad. Daar zien we om te beginnen dat de groei van het kindertal duidelijk lager ligt. Maar eigenlijk in zekere zin tegen de trend in van dat afnemende aandeel en aantal niet-westerse kinderen in de stad, zien we dat aandeel hier juist nog groeien. Dus afhankelijk van de plek waar je zit in de stad, pakken die ontwikkelingen ook nog heel verschillend uit. En bieden, zou je andersom kunnen zeggen, die stedelijk gebouwde omgeving ook nog heel verschillende mogelijkheden. Nou, hoe dat precies verder zal gaan en wat de gevolgen daarvan zijn, daar hebben we nog de hele avond voor, lijkt me. Vragen voor Lia en Jeroen. Hey. Wie wil nog iets weten? Ja. Oh ja, Lian? Ja. Ja, ik vroeg me af, hoe zit het met de allochtone jups? Want er wordt eigenlijk gelijk al de verdeling gemaakt tussen allochtone en autochtoon. Maar bestaan er dan geen allochtone jups? Hoe ziet u dat? Ja? Oké. Zal ik eerst even... Ja, nee, helemaal terechte opmerking. Kijk, dat Young Urban Professional Parents zegt eigenlijk niets over de etniciteit, hè? Dat kunnen zowel migranten als niet-migranten zijn. In de praktijk zijn het heel veel autochtone Nederlanders. Maar eigenlijk zou je moeten kijken naar een wat bredere verschillen die er zijn tussen verschillende categorieën. En niet die etniciteiten zo tegenover elkaar zetten. Want ik denk dat dat de achtergrond van je vraag is. Ik heb in een ander onderzoek gekeken naar drie categorieën gezinnen in de stad, waarbij ik een onderscheid maak naar opleidingsniveau ook vooral. En dan gekeken naar de sociaal zwakkeren, die heel weinig opleiding hebben. De sociale stijgers. En daar zitten heel veel migranten in. En die zitten nu dus in een middenklassepositie. En dan de hogere middenklasse. En dat zijn heel veel van de autochtone Amsterdammers. En je ziet heel veel van de gedragingen die je onder de jups, zoals ik ze hiervoor heb gedefinieerd, zie je terug bij die sociale stijgers. Dus die categorie is niet statisch. Hè? Dat is ook een groeiende groep van migrantenhuishoudens die daaronder valt. Nog iemand? Ja. Er wordt bij, als je kijkt naar vergelijkingen tussen steden, heel vaak verwezen naar Scandinavische steden. Ik vraag me af, zijn er ook voorbeelden, goede voorbeelden, uit andere gebieden, zeg Zuid-Europa of niet-westerse steden? Of is het typisch een noordelijk Europees fenomeen, die toename van jonge urban professionals in de stad, die kinderen krijgen? Nou, ik heb het nog niet helemaal uitgezocht. Ik weet wel dat het heel breed is. Dus dat je met name in de Scandinavische landen zie je ditzelfde verschijnsel terug. Maar ook bijvoorbeeld Berlijn en Parijs. Ik weet wel dat je bijvoorbeeld in Spaanse en Italiaanse steden... Kijk, wat nieuw is aan dat verschijnsel jups in de openbare ruimte, is dat er weer meer kinderen en gezinnen in de openbare ruimte zijn. Ik heb onder andere bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan naar nieuwe restaurants die zich meer richten op gezinnen met kinderen of waar vaker gezinnen met kinderen komen. Dat is een relatief nieuw fenomeen in Nederland. Maar ga naar Spanje, hè, en je ziet daar die gezinnen met z'n allen. Ga kijken hoe ze daar 's avonds een rondje lopen met oma en een kleinkind en weet ik wat allemaal. En dus dat... Wat wij als nieuw definiëren is voor een deel in die Zuid-Europese landen al lang aan de gang. Maar ik moet wel zeggen dat wat ik weet van Zuid-Europese steden is dat die suburbanisatie daar toch ook heel veel door gezinnen werd gedragen. Grappig dus, dat je het zegt, Lia, want vorige week vrijdag in de Amsterdam-bijlage van NRC
twee pagina's groot artikel, zag er heel leuk uit, over kindvriendelijke horeca. En toen dacht ik, in Spanje zou dat gewoon een non-item zijn. Alle horeca is kindvriendelijk. Iedereen gaat overal naartoe met het hele gezin. Ja, ja. We hadden het net over vergelijking met andere steden in Europa, maar hoe zit het met Nederland? Bijvoorbeeld Rotterdam, vindt daar hetzelfde plaats of is dat toch weer anders dan Amsterdam? En wat zegt dat over bijvoorbeeld juist weer Amsterdam? Nou ja, ik zei net al dat deze algemeen grootstedelijke ontwikkeling zie je dus in meerdere steden terug. Dus ook in Rotterdam, en dat laat mijn onderzoek ook zien. Ik heb een deel van mijn onderzoek ook in Rotterdam gedaan, dus dat is degelijk aanwezig. Het is wel iets minder uitgesproken dan in Amsterdam. En je zou dan eigenlijk vooral moeten kijken naar het buurtniveau. Dus je hebt bepaalde buurten in Rotterdam die het net zo doen als in Amsterdam. Als je de hele stad als geheel neemt, dan is die ontwikkeling sterker in Amsterdam dan in Rotterdam. Ja, dus bijvoorbeeld het Oude Noorden, bepaalde gebieden. Ik weet niet of je bekend bent in Rotterdam, maar dat zie je dus heel erg terug, dit. Ja. Hier een vraag voor Jeroen. Ja, even voor mijn begrip en misschien ook voor de discussie om die helder te hebben. Het verschil, ja. Het verschil tussen allochtone Amsterdammer, zitten daar nou wel of niet Nederlanders in die niet in Amsterdam zijn geboren? Dat was me niet helemaal duidelijk. Ja, daar zitten ook Nederlanders in die niet in Amsterdam zijn geboren. Het onderscheid is nog steeds uit welke ouders ben je geboren. Dat is bepalend voor de vraag of je tot de categorie autochtoon of allochtoon gerekend wordt. Voor de meeste allochtone Amsterdammers geldt dat of zij zelf, maar als het om de wat jongere groepen gaat, heel vaak hun ouders in een ander land geboren zijn. Maar dat kan heel goed betekenen dat ze de Nederlandse nationaliteit hebben. Laatste vraag voordat we doorgaan naar onze volgende spreker. Die mag ik stellen. Dat is mijn voorrecht. Hoe komt die kruising van die knikken, Jeroen? Dat de 0 tot 4-jarigen dalen bij de allochtonen en stijgen bij de autochtonen? Ja, er zijn een paar... Valt buiten je vakgebied, ik weet het, maar speculeer er maar op los. Het zijn een paar ontwikkelingen die door elkaar komen. Hè. Al genoemd de groepen die eerder sterk groeiden, daar neemt het kindertal af. Daar begint die suburbanisatie een klein beetje op gang te komen. Daar verschijnt een derde generatie die in de statistiek anders ingedeeld wordt. Terwijl de tweede trend van die groeiende kindertallen die in de stad blijven, vooral op bepaalde plekken bij bepaalde groepen, dat die door de crisis ook nog een setje hebben gekregen waardoor ze wat langer en misschien wel heel lang nog in de stad blijven wonen. En ja, dat is voor een figuurtje altijd leuk dat die twee lijnen elkaar kruisen en dat er toch een soort van omslag is. Maar strikt genomen is dat niet het allerbelangrijkste. Maar het geeft wel aan dat die ontwikkeling relatief recent is en ook wel echt een impuls gekregen heeft. En dat betekent ook wel veel, denk ik, uiteindelijk voor hoe buurten ingevuld worden. Wat het voorzieningenniveau, die prachtige pagina in NRC Handelsblad, daarvan zou Gieselinde Kuipers misschien wel zeggen dat het ook haast iets agressiefs heeft. Al deze voor op kinderen ingerichte, kijk mij eens met mijn kinderen in de horeca, lekker mijn gang gaan, enzovoort. Dus het heeft ook een soort van... Kinderhater! Dus het heeft van al die aspecten heeft het iets. Dus dat die strijd om de ruimte, de wil ook om die identiteit, om die gewoon duidelijk te beleven of te vieren naast, zou ik zeggen, dat zie je ook heel sterk terug. En groepen die dat het beste en het makkelijkst kunnen, die zullen dat ook zeker niet nalaten. En de horeca volgt iedereen die zijn rekening voldoet, dus dat zal... Dank jullie hartelijk. Lia Karsten en Jeroen Slot. We krijgen nu drie korte presentaties vanuit verschillende invalshoeken van het ontwerpen aan de stad. De eerste is Lia de Lange. Lia is planologe bij de gemeente Amsterdam. Ze heeft gewerkt aan het Oostelijk Havengebied, eigenlijk net toen deze hele trend zich voltrok. Daarna heeft ze gewerkt op Eiburg, waar de trend neerdaalt. En nu werkt ze in Zuidoost. Maar je gaat het eerst over de andere twee hebben, hè? Ja. Lia, 5 minuten heb je.
Nou, ik moet zeggen dat ik mij bij dit onderwerp toch een beetje voel als een slagersdochter bij de Vegetariërsbond. Dit is namelijk een foto uit mijn eigen jeugd, in de jaren 60-70. En wat ik wel grappig vind, als we het over kinderen hebben, dan lijkt het net alsof we het over een soort diersoort hebben. Van giraffes horen op de steppen of op de savanne of weet ik van niet wat. Terwijl ik denk, ja, kinderen zijn natuurlijk heel verschillend. Want als je nou kijkt op deze foto, dat meisje links, dat is mijn zus. Die kon je de hele dag in huis opsluiten. Die was alleen maar eigenlijk bezig met boekjes lezen over Griekse mythologie. Dan het meisje rechts, dat was een vriendinnetje van mij. En die kon zich ook prima vermaken op Aldo van Eyck klimrekken. En dan ben ik die in het midden. En ik was eigenlijk alleen maar aan het buitenspelen en altijd in de weilanden. En dat is een heel groot geluk geweest in mijn jeugd. En als je het hebt over ouders die zich daarmee bemoeiden. Ik ging naar buiten, kwam uren later terug. En dan zei mijn moeder, kind, ben je er weer? Nou, 20 jaar later. Was ik planoloog voor het Oostelijk Havengebied. En daar hadden wij een behoorlijk vol programma om te maken op de eilanden. Namelijk 100 woningen per hectare. En daarbij een enigszins gedifferentieerd woonmilieu. Want dat wilden de ontwikkelaars en dat wilden wij zelf ook. Daar zaten onder andere bij de huisjes op Borneo Sporenburg. En daar zaten heel veel driekamerwoningen onder. En wij wisten wel dat dit milieu waarschijnlijk aantrekkelijk zou zijn voor kinderen, mensen met kinderen. Maar we dachten ook, nou, veel driekamerwoningen, een baby, Allah. Maar als het tweede kind komt, dan gaan die mensen allemaal doorschuiven. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet gebeurd. En ik vind het ook wel wat in het begin van de jaren 90 echt ondenkbaar zou zijn. Namelijk twee kinderen op een slaapkamer. Dat is daar toch eigenlijk wel weer normaal geworden. Maar dat hebben wij niet voorzien. Nou, het is zo dat bij het Oostelijk Havengebied de speelplekken vooral in de openbare ruimte zijn gezocht op een, ja, toch een wat kleiner niveau. Bijvoorbeeld deze speelstraat op Borneo, op Sporenburg. Een ponton wat later is toegevoegd, omdat er toch wel veel klachten waren over een tekort aan speelplekken. En op dit moment is er een... Zal ik hem soms verkeerd omhouden? Op dit moment is er op Sporenburg een behoorlijke strijd aan de gang over het al dan niet behouden van dit parkje. Waar een bouwblok moet komen. Het is beslecht, hoor ik hier achter meneer. Ja, er is een soort compromis, geloof ik. Hè? Half bebouwd en half vrijhouden. Ja. Nou, we hebben ook het Java-eiland, daar hebben we aan gewerkt bij de gemeente. Het interessante vind ik dat de openbare ruimte op het Java-eiland eigenlijk leuker is voor kinderen, denk ik, om te spelen. Zeker voor de iets oudere kinderen dan een Borneo Sporenburg. Toch zie je dat ook op dit moment het aantal kinderen van 5 tot 15 op Sporenburg 20% van de bevolking is. En op het Java-eiland 10%. Dus kennelijk kiezen mensen toch voor zo'n huisjesmilieu. De grootte van de woningen die verschilt ook wel. Op Sporenburg is die wel wat groter, maar het aantal kamers gemiddeld dat verschilt nauwelijks. Nou, op het Java-eiland is de openbare ruimte eigenlijk een beetje voor iedereen ingericht, waarin kinderen ook een plek kunnen hebben, maar niet heel erg uitdrukkelijk alleen maar voor kinderen ingericht. Bijvoorbeeld dit parkje hier wat nat, maar goed, het was een slechte dag. Maar dat is eigenlijk gewoon onderdeel van de hele openbare ruimte dat kinderen hier kunnen spelen. Nou, na het Oostelijk Havengebied, waar we het aantal kinderen gewoon te laag hebben ingeschat, gingen we verder met Eiburg. Nou, ik zeg altijd bij Eiburg, godzijdank passen er maar 3 kinderen in een bakfiets, want anders was de ramp helemaal niet te overzien geweest. Op een gegeven moment was het aantal kinderen was hoger gemiddeld per woningen dan bij Leidse Rijn. Nou, dat wil denk ik ook iets zeggen over de behoefte in Amsterdam aan dit soort woonmilieus. Dat op het moment dat er een woonmilieu wordt gemaakt dat enigszins aantrekkelijk is voor mensen met kinderen, dat die echt massaal zich daarop werpen. Wij hebben bij... het was helemaal heel serieus bedoeld, maar... Wij hebben bij Eiburg erg ons best gedaan om niet alleen... uit te rekenen hoeveel speelplekken we bijvoorbeeld moesten maken, maar ook omdat daar een bepaalde visie aan te verbinden. En ons idee daarbij was, nou, ik vond het wel heel goed dat Lia daar ook over begon, dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandigheid moesten hebben.
We lazen onderzoeken waaruit bleek dat een kind in de stad gemiddeld genomen heel eenvoudige dingen, zoals zelfstandig naar school lopen, 2 jaar later doet dan een kind in een buitenwijk. En wij dachten, ja, dat is eigenlijk een grote rijkdom als je het een kind kan geven, dat hij gewoon zelfstandig naar school kan. Dat hebben we geprobeerd te doen bij Eiburg. Daarom hebben we de school ook heel erg gespreid. En dat is dan aan ouders of je ervoor kiest om je kind naar het dichtstbijzijnde school te laten gaan, of dat je toch weer kiest voor de, ja, toch linksdraaiende, exclusieve onderwijsvorm 2 eilanden verderop. Maar je kan in ieder geval in overweging nemen. Je kunt er in ieder geval, kan je de keus maken om je kind dichtbij naar school te laten gaan. We hebben ook de speelplekken zoveel mogelijk gespreid over het eiland. En dan kom je op een punt wat bij de stadsplanning heel erg een rol speelt. En wat denk ik ook een rol speelt in de bestaande wijken. Want natuurlijk is een heel groot gedeelte van Amsterdam is gewoon bestaande stad. En daar hebben we te maken met die bewegingen in de bevolkingssamenstelling. Zoals Jeroen al zegt, Watergraafsmeer. Ik kan me herinneren, toen ik bij de gemeente ging werken, was dat een heel erg vergrijsde wijk. Nu heel erg populair bij gezinnen met kinderen. Nou, wat je bij het vorige plaatje zag, kleine paarse stipjes, dat zijn de speelplekken voor de grotere kinderen volgens onze normeringen die we moesten maken. Maar kijk je dan tijdens de piek van die kinderaantallen, dan heb je er opeens 3 keer zoveel nodig. Nou, en dat is wel iets spannends voor de gemeente, hoe je daarmee om moet gaan en ook in de bestaande stad. Nou, ik denk dan toch dat een model zoals op het Java-eiland, dat het voor de openbare ruimte heel interessant is om verder te onderzoeken. Ik denk dat we daar eigenlijk als stad ook al een beetje mee bezig zijn. Om te kijken wat zijn nou gewone plekken in de openbare ruimte. En die dan niet door kinderen zeg maar, of speelplekken gemonopoliseerd hoeven te worden. Maar die je zo kan inrichten dat het hele leuke plekken kunnen worden. Waar volwassenen kunnen zitten, maar waar ook kinderen gebruik van kunnen maken. En soms is daar helemaal niet zoveel voor nodig. Zo'n heuveltje met wat bossages. Je kan hier verstoppertje spelen. Nou, er staat een leuk karretje. Is maar 50 eurocent, zegt Najib dan. En dan heb je er al één. Maar ik denk wel dat het in dit soort oplossingen gezocht zou kunnen doen. Want je hebt gewoon te maken met schommeling in de openbare ruimte. Of in de kinderaantallen. En dat is best wel puzzelen, ook voor onze gemeente. Nou, ik vind dit ook een voorbeeld. Dit is in mijn eigen buurt, in de Indische buurt. Er waren 4 heel verwaarloosde grasperkjes. Daarvan is er één nu in gebruik als een soort buurtmoestuin. En een van mijn buurjongetjes die zei, ja, ik vind die, als een jongetje van 5 jaar, ik vind die moestuin vind ik zo leuk. Toen dacht ik, nou, wat mooi dat zo'n kind al helemaal in de pastinaken geïnteresseerd is. Maar hij vervolgde dat met, ja, want wij doen altijd verstoppertje achter die bakken en dat kon vroeger niet. Dus dat is geweldig. Ik denk dat wij, als we ook de openbare ruimte zo gaan benaderen en ook op een andere manier gaan op zoek gaan naar speelplekken in de ruimte, dat er ook een soort verbond nodig is tussen ouders en de gemeente. Ik zat net bij het eten tegenover de rijdende rechter en dat was eigenlijk een heel vruchtbaar uurtje, zeg maar. Want wat de hele tijd de discussie dan is, dat is de aansprakelijkheid van plekken die je inricht en wie daarvoor aansprakelijk is. De gemeente is heel erg bang dat er ongelukken gebeuren op speelplekjes. En die gaat dat dan zo doorontwerpen dat ze eigenlijk totaal onaantrekkelijk worden. Nou, ik vond dat in dat gesprek dat wij hadden over die aansprakelijkheid, dacht ik van, hé, het ligt toch anders dan ik dacht. En misschien biedt dat wel mogelijkheden. Dat je ook tussen gemeente en ouders afspraken maakt hoe je de openbare ruimte zou kunnen inrichten en zou kunnen gebruiken. En misschien dat dan toch wel een groter gedeelte van de stad leuker wordt voor kinderen en dat ze zich daar ook kunnen uitleven. Dank u wel. Nu is de vloer aan Bas Liesker. Bas is architect bij het bureau Heren 5 en auteur van dit boek. Nestelen in de stad. En het is op te vragen bij de Bond van Nederlandse Architecten. Bas heeft zich samen met zijn collega's bij het bureau Heren 5 in het bijzonder bezig gehouden met het EGA, het eengezinsappartement. En daar gaat hij ons over vertellen. 5 minuten. Ja, dankjewel. 5 minuten. Oké.
Nou, we ontdekten dat gezinnen de stad massaal aan het verlaten waren. Maar ondertussen was er een hele grote wens voor gezinnen om in de stad te blijven wonen. Maar de producten die er voor gezinnen beschikbaar waren, die waren eigenlijk niet fijn voor gezinnen. En dat was ongeveer dit werk. Dit is een plattegrond van appartement, zoals bijna in heel Nederland appartementen worden gemaakt. En ik neem jullie even mee hoe zo'n appartement werkt. Het is vaak zo dat een appartement ligt aan een galerij, ongeveer een meter breed beton. Hè. Dat is zo nader je je appartement, dan is dit je halletje. Daar trek je als bezoeker je jas uit. Met een beetje geluk tik je net met je elleboog de barometer van de wand. En dan loop je langs een gang met heel veel deuren. En dan kom je hier eigenlijk in een hele grote ruimte. Waar eigenlijk alles plaatsvindt van waar een gezin zich ook mee bezighoudt. Hier wordt gekookt. Hier wordt gegeten en hier wordt voor de televisie gehangen. En dit zijn dan twee slaapkamers. En wij hadden zoiets van, hoe komen wij hier in godsnaam van los van deze manier van denken? En toen schoot ons een filmfragment te binnen. Nou moet ik even een knik maken naar de regie. Dit is een... oh, hij loopt al. Dit is Sophia Loren. En, Nou, je ziet, zij is geen enkel moment door zo'n smal gangetje gelopen, dus het was geen Nederlands appartement. En we hadden zoiets van, hier ligt de sleutel misschien tot een oplossing. Dus toen hebben we al onze stagiaires, die zo'n beetje rond de gebieden, rond de landen van de Middellandse Zee komen, hebben aangeschreven. En we hebben gevraagd van, beschrijf nou eens voor ons, hoe ben jij opgegroeid? En teken nou eens jouw huis in de vorm van een mental map, van hoe woonde jij daar dan, zodat wij voorbeelden kregen om los te komen van dat, noem het maar dat matje, van die standaard plattegrond van het appartement in Nederland. En verdomd, Francesca uit Genua, die met haar gezin hierboven in dit huis woonde, die had een Sophia Loren plattegrond. En ik neem jullie even mee. Zij zegt van, ja, dit is het allerkleinste kamertje. De keuken. En hier zaten we altijd te eten, ruzie te maken. En dit is de grootste kamer. En daar zitten we eigenlijk nooit. Ja, als er voetbal is, want er staat een hele grote flatscreen. En als er bezoek komt, dan willen we nog wel eens aan deze tafel zitten. En dit was de kamer van haar zus. En dat was een hele vervelende kamer, want die kon nooit een vriendje krijgen. Want haar ouders, die sliepen hier. En die moesten altijd door die kamer heen. En zij zei ook van, en dit is de hal. En in de winter staat hier altijd de kerststal en de kerstboom. En als wij uit eten gaan, dan wachten we hier altijd op elkaar. Nou, onze ogen vielen natuurlijk open. Want wat was hier aan de hand? Dit was eigenlijk een verzameling van heel veel kamertjes. En dat is heel iets anders dan die hele grote kamer waar de keuken, de eettafel en de zitplek zit. Dus er begon bij ons iets te dagen dat we dachten, hey, verdikkie, daar zit het in die veel kamertjes maken, grote hallen maken. Nou, we hadden de buitenlanders gehad. Toen gingen we op zoek naar de Hollandse gezinnen in de stad. En die hebben we heel dicht op de huid hebben we die gevolgd en gevraagd, hoe wonen jullie nou? Dit is bijvoorbeeld een meisje wat al haar hele leven lang in deze slaapkamer woont, zeg maar. Hier stond haar wieg, hier stond haar IKEA-hoek van een bureau met een stapelbed erboven. En nu zij volgroeid is, ook haar tweepersoonsbed, want ze heeft natuurlijk een vriendje met pantervel. En ze woont nog steeds vol plezier in dit huis. Maar we hebben ook mensen onderzocht met een hele andere woonachtergrond. En daar hebben we ongelooflijk veel van geleerd, want die vertelden, hun appartement in Turkije, dat bestaat bijvoorbeeld uit domeinen. Eén domein, dat is een veel privater domein, dat zijn eigenlijk de slaapkamers. En een wat openbaarder domein, dat is de plek waar de woonkamer is en de keuken waar je met z'n allen zit. En een hele grote hal, want
voor die families was het heel belangrijk dat als je mensen uitzwaait, dan doe je dat met je hele familie en dan sta je in die gang. Dat kan je niet in onze gangetjes doen. Maar behalve die domeinen hebben wij er ook van geleerd dat hier dus kennelijk een deel van het huis is waar het altijd veel reuring is. En een deel waar rust is, waar die kinderen gewoon moeten kunnen pitten op het moment dat hier bezoek ontvangen wordt. Nou, je snapt wel, met die appartementen, met die gang die dwars door dat slaapcompartiment gaat, is dat gewoon heel erg lastig. Dus dat gaf ons heel veel informatie. En wat we ook merkten was dat gezinnen altijd woekeren met ruimte. Dat je niet als architect kan zeggen, nou dan maak ik toch een heel groot appartement, los ik alles op. Nee, daar zit het niet in. We moeten heel efficiënt met onze ruimte omgaan. En we ontdekten eigenlijk dat de hele ouderwetse onderdelen van een plattegrond, zoals een kamer met een annex, is voor gezinnen goud waard. Dit is er zo eentje. Hier zie je er zo eentje. Hè. Dit is de woonkamer, schuifdeur en dan zit hier nog een kamertje naast. En dat is eigenlijk een grandioos ding, omdat die uit onze studie bleek dat heel fijn om daar dubbel te kunnen programmeren. En ik laat je even een voorbeeldje zien. Hoe je bijvoorbeeld eigenlijk kan zeggen, nou, het is van 7 tot 8 en van 5 tot 9 s'avonds is dit de eetkamer. En overdag is dit misschien wel de werkkamer, want dan kan je door middel van schuifdeuren kan je hem afscheiden van de woonkamer. En 's nachts is het misschien wel een slaapkamer waar je twee bedden uit kan klappen. En in het weekend is het misschien wel één heel grote speelkamer. Dus dit toonde eigenlijk aan, hoe belangrijk dat dubbelgebruik is. En we hebben niet alleen de woning zelf onderzocht, maar ook gekeken van hoe sluit nou zo'n woning aan op zijn omgeving en in wat voor omgevingen doen gezinswoningen het nou goed. Nou, wat belangrijk is natuurlijk de relatie van moeders die haar kind in de gaten houdt, dat is belangrijk. En ook eigenlijk hoe slecht vaak flatgebouwen met een dichte plint van bergingen aansluiten op het maaiveld. Geen oog op straat en wat eigenlijk niet maakt dat nou een hele fijne plek is om te spelen. En we ontdekten die stedelijkheid in Luwte die Lia noemt, die maken wij in Amsterdam ook. Dit is bijvoorbeeld één van, het Fune. Geweldige plek waar eigenlijk een heel mooi luwe omgeving is. Hier rij je geen auto's, maar ideaal voor gezinnen. Want die kunnen natuurlijk ongelofelijke rondjes om hun eigen huis te racen zonder dat je op moet passen voor auto's die passeren. En nou ga ik eigenlijk naar het einde van mijn verhaal toe. Want wat we hebben ontdekt is dat studeren loont ook, want je krijgt er ook werk van. En dat is een project dat wij nu in het Overtoomse Veld gaan realiseren. Wij zijn bezig om dit woonblok te maken. En hierin gaan wij voor 37 gezinnen appartementen maken. En dat kan omdat dat blok in een autoluwe wijk zit. En we hebben ook heel erg nagedacht van, ja, hoe kunnen die kinderen dan de wereld verkennen? En we hebben ontdekt dat het heel goed is om bijvoorbeeld als je appartementen maakt, om een soort opgetilde straat te maken voor de allerkleinste. En een gebied waar de wat grotere op zoek kunnen gaan en hier buiten kunnen spelen. En hier op een wat groter pleintje kunnen spelen en hier zelfs naar hun school kunnen gaan. Dat is ook weer zo'n voordeel van die stedelijkheid in de Luwte, dat je dat allemaal kan doen zonder dat je over wegen hoeft te trekken. En in dat plan hebben we eigenlijk onze uitvindingen in die studie weten toe te passen. Hebben we appartementen gemaakt met heel veel kamers. Appartementen gemaakt met domeinen. Hè? Dus hier het slaapdomein en hier veel meer het leefdomein. Met een grote hal. Met een annex, hè? Dus de woonkamer met hier dat kamertje aan vast. En met appartementen die ook de mogelijkheid hebben van oog op de straat. Zodat je altijd die sociale controle en die relatie met de straat kunt leggen. Nou, en dit is hoe het eruit gaat zien. Ik dank jullie wel voor jullie aandacht. Our next presentation will be the only one this evening in English. I would like to introduce to you Anno van Linge and Denisa Kolarova, and they will tell you about the research they have done into the 17 playgrounds by the famous architect Aldo van Eyck. We designed a book about 17 playgrounds of Aldo van Eyck. We depicted 17 of them, which are in the center of Amsterdam, and mainly because there were many more in the past, but we found important that we can let know people about the ones which still exist and which are
still intact. And therefore we decided to make this publication. And we find it very important that people understand the reasons behind his design thinking and behind his projects, because it's many of you probably who knows these playgrounds, but not many of you probably knows also what are their ideas behind. It started all in the 50s and 60s when Aldo van Eyck designed a ton of playgrounds that were placed throughout the entire city. It started with one experiment in the center. This was started by Jacoba Mulder, someone that worked for the city of Amsterdam. And at that time, there were not so much public playgrounds. There were playgrounds, but they were based on membership. And this was one of the first playgrounds where you could just go without being a member or without anyone there guiding you, except for the parents that might join you. It became such a success that quite fast after that, parents started to write letters to the gemeente to ask for more playgrounds in their city, in their streets, in their neighborhoods. And so we see that the community played a big role in these projects as well. So the people were not quiet, but they really asked, the parents asked for these playgrounds. And maybe why we find it such a successful project is because of this design thinking behind them. And he always designed a certain set of elements of play equipment. Some of them we can name, but there are for sure many more. But it was always the a sand pit, then there were some jumping stones and the climbing frames. And he always used the system for the specific location of the playground. So the playground never repeated the structure, but they were always special. Yeah, so van Eyck basically made his own toolbox consisting out of different play equipments, which were either concrete sand pits or blocks to jump on or to run around, or the metal climbing frames. And what he would do, he would be cooperating with the city of Amsterdam and parents that were writing letters. And like this, he would create a web throughout the city. So in the beginning, what they did is they filled up empty places in the city of Amsterdam. There used to be a couple of those. It's quite rare these days, but that's how his playground web started. And then later on, they became part of the expansion areas in the city. Compared to nowadays, we can say that they are melting with the city by the design much more, because they are not very much like these colorful structures which we see nowadays, but they rather look like any other things on the street, and that's because of the colors and the materials he used. And important fact was also that they were never used by individual child, but it was always for the group of children to interact with each other on the play equipment. So they were enough big, and so many children could play on one thing, not only one children interacted with it. Yeah, and I think his designs, they were very very basic, very elementary, and very minimalistic. And one of the main reasons why his play equipment was designed this way was that he found it very important that the children could use their imagination. So rather than designing an object that already had a use, he tried to create stuff that children could use the way they wanted to use it, or the way they needed it for their game. So this climbing igloo, for example, this climbing dome could be used to climb on, but they could put some blankets over it, and then it became a tent, or it could be a space shuttle. So they were really open for imagination rather than this already thought of play equipment that you see these days. As well, they were not really fenced off. So nowadays we see playgrounds which are very much surrounded by the fences because parents are scared that the child would run out and something gonna happen. But I think he was a great master in rather making a playground which is for a child enough that he's not gonna get bored and he's not gonna run away on the street. So he found it important that the playground is not boring and the child is not gonna, rather than preventing it with a fence. What happened is that at first there were over 700 playgrounds. So it's really generation after generation grew old in those. I mean, I also grew up in Van Eyck's playgrounds, and also outside of Amsterdam, these playgrounds really became quite a known part of the cityscape. And slowly they started to disappear, which is also why we decided that we needed to create some kind of tour guide to at least guide you towards the ones that are still here. Which is quite typical, because when we were working on this project, we came across this climbing frame, which is a little bit handicapped. It was standing behind a primary school, and
yeah, it was obviously going to be dumped or demolished. And we called the school and we asked if we could borrow it for an exhibition. And when we spoke to the director of the school, he was like, oh, please pick it up because we take it. We want to get rid of it because we don't know what to do with it. We want to demolish it, but it will cost us too much money. Which is really painful because I think he put so much effort in designing for children and thinking of what we what children would need, where years later they just want to dump one of his play equipment. So we adopted then, it. This is our child. We call it like we would like to put it back into use, and we are looking for the cooperations with architects to put it back in the city of Amsterdam because we found that it was very successful. Still, kids could recognize it and they really like to play in it. And we spent a lot of time on these playgrounds, and we really saw, even though the generation changes and we have computers and all this stuff, and children maybe tend to be more inside, there is still a need for this play equipment outside, and we want to come back with this equal. Yeah. Thank you. So if anyone wants to contribute, where do they find you? Well, we will publish the book hopefully by the end of this year. Now they can find us online or here in Amsterdam, probably at one of Aldo van Eyck's playgrounds. Playing. Yeah, or talking to the playing children. Thank you, Anna and Denisa. Wonderful presentation. I would like to give the floor now to Leo. Nu wil ik graag de vloer geven aan Leo van Hee. Leo is programmeur bij AI Film Instituut, ons vaste partner al vanaf het begin van Stadsleven. Daar zijn we echt heel blij mee. En Leo gaat een fragment laten zien, daar ga ik niks over zeggen. Ga jij iets zeggen over 13 februari of ik? Ik zeg er iets over. Ga je het zeggen? Ja, absoluut. Ga je ook zeggen dat het zo kort is? Ja, komt op goed. Hallo. We gaan zo meteen naar 1965. Iedere maand vertonen wij een fragment of een korte film uit de collectie van AI. En deze maand is de keuze gevallen op een film van fotograaf en filmmaker Johan van de Keuken. Aan wie we in AI enkele jaar geleden een uitgebreide tentoonstelling hebben gewijd. Van de Keukens filmcarrière startte in de late jaren 50 en veel van zijn vroege films zijn gesitueerd in Amsterdam. En ook later, toen hij films maakte over de hele wereld, bleef Amsterdam een belangrijk eikpunt in zijn films. Ik zei het al, 1965, een periode in de stad dat er volgens mij nog heel veel mensen woonden, heel veel kinderen waren. De stad kleiner was, maar wel minder auto's volgens mij. U gaat zo meteen kijken naar een fragment uit Beppie, een film van precies nu 50 jaar geleden opgenomen over een 10-jarig Amsterdams meisje. Enorme hit toen de film op televisie werd uitgezonden, nu een klassieker. Even heel kort iets over de stijl van Van de Keuken, want ik vind het toch eigenlijk ook wel leuk om elke keer iets over het filmische element te vertellen over de fragmenten die wij laten zien. Zijn stijl die kun je eigenlijk het beste vergelijken met jazz. Improviserend, maar tegelijkertijd op zoek naar een bepaalde compositie. Van de Keuken hield ook niet van het woord documentaire. Hij vond, zodra je een camera richt op de werkelijkheid en keuzes maakt, dan ben je met fictie bezig. Nou, Beppie past naadloos in het thema van vanavond. En voor mij, ik denk ook voor heel veel andere mensen, spreekt er vooral uit hoe ongelooflijk leuk het kan zijn om als kind op te groeien in de stad. Ook een halve eeuw geleden, toen de gezinnen dus veel groter waren en er mensen moesten schipperen met veel minder vierkante meters dan nu. In de stad leven, dat zullen jullie zien, ook in dit fragment, was toen ook vooral veel buiten zijn. Minder in een keurslijf dan nu. Dus misschien moeten onze kinderen gewoon weer de straat op naar school. Helaas kunnen we u vanavond niet de complete film laten zien. Daarvoor zullen jullie mij straks haten. Maar gelukkig hebben jullie de kans om dat wel te doen op 13 februari. Dan vertonen we Beppie in AI samen met twee andere films van Johan van de Keuken rondom het thema opgroeien in de stad. Tracy fluisterde mij het al in. Op vertoon van jullie kaartje van vanavond krijg je ook weer korting bij ons. U krijgt een fragment, maar u krijgt ook nog iets anders na de film. Maar voor nu, heel veel plezier met Beppie. Ja.
Dankjewel, Keuken. Een groot gedeelte van de film speelt zich af op de achtergracht, tegenover Carré. S'morgens ga ik wel eens vroeg naar school, dan ga ik nog langs de Antonie. Dan komt ze voor het raam staan en dan zwaait ze me gedag. Dan sta ik op de brug en dan red ik weer weg. Ik heet Bippie en van achternaam heet ik Klaassen en ik heb 8 zusjes en die heten Brigitte, Sylvia, Benedette, Yvonne, Jopie, Josta, en Aleni en mijn moeder en mijn vader. We hebben 6 kamers en dan slaap ik in een kamertje met Josta, in 1 kamer, waar oma Dick had gewoond. En Jopie die slaapt boven op een stapelbed met Leni en die andere 3 die slapen ook naast elkaar in een 2-persoonsbed en mijn moeder slaapt beneden. En Brigitte slaapt ook naar beneden, in de ledenkant. Voor in het voorkamertje. Maar ze komt s'avonds bij mij liggen, want anders gaat ze de hele nacht blijven en huilen. En dan blijft ze maar op, want het licht is daar aan. En dan komt ze zo lang bij mij liggen, in bed. Brigitte, tot ze in slaap is en dan haalt mama 3. En ik leg hem in mijn eigen bed. 1 × 3 = 3, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15. Ik had verleden keer ook een 6 en 5 erbij. Een 5 voor mijn gedrag. Ja. Ik kletste te veel. Er stond ook wat bijgeschreven. Bippie kan niet met 2 onvoldoendes overgaan. Nee. Ik ben nou toch 1 blijven zitten. Nou, als ik overga, dan krijg ik een gulden. Ja, of 1,50 had ik. Nee, ik had nog een kwartje van de buurvrouw ook gehad.
1,75 had ik. Ik heb eens een keertje een asbak gewonnen. Kost een dubbeltje. Een nijptang heb ik toch maar gehaald. Kost een kwartje. Toch goedkoop hoor. Hij is een schatkissie. Ja, zo'n groen doosje. En dan doet hij, als hij geld heeft, geeft hij mijn moeder eerst geld. En dan de rest, wat hij overhoudt, haalt hij wat in zijn zak. En dan doet hij de rest doet hij in het kistje. Als het zomer was, ging wel altijd naar het zwembad. En Miran, dat kost 15 cent. En ook wel eens 20. Als het koud weer is, kost het een dubbeltje. Misschien ga ik wel met de vakantiekamp mee. Maar het kost 29 gulden. Maar als ik niks te doen heb, misschien mag ik dan wel van mijn moeder. En waar moeten die anderen dan? Ik betaal mijn moeder al even mij, maar het kost te duur hè, voor allemaal. En dan zegt ze, zullen we een ruikje kinkelen? Nou, en dan gaat ze bij de, voor zo'n brandweerding, gaat zo het ruikje kinkelen. Nou, het doet ze met een stok of met een steen. Nou, en dan vliegt het deurtje open. Maar dan zegt haar zusje zegt dat er dan een foto van je gemaakt wordt. Is dat waar? Je ziet helemaal niks, je moet daar ook geloof ik iets doen. Hè? We hebben een verrassing voor jullie. Wil jij het zeggen, Tracy? Ik ga het zeggen. Wat je niet hebt gezegd, Leo. Lezers van het Parool krijgen ook korting bij AI. Dus als je de krant meeneemt of je kaartje. Beetje korting, maar toch leuk. En ik denk dat iedereen het ontzettend leuk vindt om de rest van de film te zien. Leo heeft al verteld. We hebben wel een hele speciale verrassing voor jullie vanavond. Are you ready? Beppie? Leuk, hè? Ja, heel leuk. Hier zit ik me nou echt wel 2 weken over te verkneukelen. Wat leuk dat je er bent, Beb. Ja, dank u wel. Moet ik Beppie zeggen of Beb? Beb. Je bent geen 10 meer, hè? Nee. Ik ook niet. Hey Beb, hoe was het om in Amsterdam op te groeien toen? Ja, ik heb nooit iets gemerkt. Het was gewoon hartstikke leuk. En dat we in mindere kamers sliepen, ja, dat let je niet als kind op. Dus dat was, nee. Alleen de speelruimte, die hadden wij dus wel, hoor. Ja. Wij waren altijd buiten. Mm-hmm. En, ja. Belletje trekken, ja, ja. Dat is één. En het andere is, het verkeer was er natuurlijk niet. Dus alle ruimte had je toen, dat heb er ook wel mee te maken. Ja. Amsterdam zit vol. Ja.
Ja. Dus ja. Ja, maar wij hebben als kind heb ik er nooit iets van gemerkt. We hadden natuurlijk de fontein op het Frederiksplein. Het plein zelf, daar speelden wij altijd. Mm-hmm. En gedeelte Achtergracht. Ja, en Stadstimmertuin. Dat was geen verkeer, dus na schooltijd waren we daar vaak te vinden. Mm-hmm. Dat was een hele leuke tijd. Niet rijk, maar wel heel leuk. Ja. Niet rijk, maar absoluut niks gemist ook. Ja. En het was ook zo, je speelde buiten. Mm-hmm. Nu, als ik nu naar mijn kinderen kijk, naar mijn kleinkinderen, die zijn heel vaak binnen. Computer, iPad, noem maar op. Ja. Ja. Dat was toen niet. Mm-hmm. Dus wij deden alles buiten. Dus echt een mooie tijd. En hoe, als je, je leeft dus nu nog steeds in Amsterdam, kinderen, kleinkinderen. Als je kijkt naar de stad nu en het leven van kinderen nu, hoe zie je het veranderd? Wat ik net al zei, kinderen zitten meer binnen, televisie en iPad. Maar mijn vraag is, doen ze dat omdat er geen ruimte is om te spelen buiten? Of gewoon omdat die iPad en die iPhone en die games in dat scherm zuigen? Gedeeltelijk. Ik denk dat het een beetje aan de ouders ligt ook. Opvoedkundige nood voor vanavond. Precies, het is de ouders ook natuurlijk. Als jij je kind achter die iPad laat zitten voor een paar uur of de televisie of... Ja. Ja. En hoe kwam Johan van de Keuken bij jou? Johan woonde bij ons op de gracht. Dus was je buurman? Ja, zo goed als. Mm-hmm. En ik ging langs de gracht iedere dag om naar school toe te gaan. En ik belde bij hem ook aan. Zo is het gekomen. En wat vonden je ouders ervan dat je ineens een filmster was? Niet gewend. En er kwamen natuurlijk heel veel mensen aan de deur. Dus die hebben op een gegeven moment gezegd, na de film... van dat ze dat niet wilden. En die zijn toen naar Johan gegaan. En die hadden gezegd van laat de kind normaal opgroeien. Maar het was ook heel veel mensen kwamen er aan de deur. Dus ja, een druk huishouden had mijn moeder. Dus ja, zo is dat dus een beetje afgegaan. Ik heb wel jarenlang contact gehouden met Johan hoor. Ook na mijn trouwen en zo heb ik hem nog heel vaak gezien. Maar qua film is het bij de film gebleven. Ja. En nu ben je toch weer hier. Ja, dat gaat al 50 jaar zo. Het is werkelijk ongelofelijk. Het is ieder jaar wel wat. Het is ieder jaar wel wat. En ik maar denk dat ik iets speciaals had. Ik vind het wel heel leuk hoor. Ik vind het echt heel leuk. Maar het is ook leuk naar mijn kinderen toe. Het gaat de geschiedenis in, hè? Ja, ja. Het gaat echt de geschiedenis in. Het is jouw verhaal, maar het is ook een tijdsbeeld. Het is een heel mooi tijdsbeeld. Ja. Zeker van Amsterdam. Ja, hij heeft het goed gedaan. Ja. Hij heeft het heel goed gedaan. Ja. Dankjewel, Bepi, dat je hier wilde zijn. Beb. Ja. Heerlijk. Meester Visser, de rijdende rechter, is bij ons. Komt het bij? Ja. Microfoon. Doe het niet. Ja. Meester Visser, ik heb u gevraagd vanavond erbij te komen, omdat het voor iedereen evident is, denk ik, dat de toename van kinderen in de stad ook leidt tot toename van conflicten rond kinderen in de stad. Is er wetgeving waar u op terug kunt vallen als u erbij geroepen wordt om een conflict rond door kinderen veroorzaakte overlast terug te vallen? Nee, eigenlijk niet. Er zijn geen speciale anti-kinderwetten. Eigenlijk wel jammer, hè? Nee. Behalve dan dat nu in het wetboek staat dat je kinderen, ook als ze van jezelf zijn, je ze niet meer mag slaan. Dat is natuurlijk wel een verandering. Ten goede of? Ik denk aan mijn eigen jeugd. Ik ben een groot deel van mijn jeugd ook in de stad opgegroeid. En ik denk dat de milde corrigerende werking van buren, omstanders, tramconducteurs, winkelbedienden. Waarvan je wist dat als je te pakken kreeg, dat je dan een wel kreeg, dat een belangrijke factor was om niet te ver te gaan. Ja. Nee, maar dat is even een grapje, maar het is wel de realiteit. Nee, de vraag of dat meer conflicten geeft dan vroeger, dat weet ik eigenlijk niet. Als je vraagt, is daar wetgeving voor? Nee, eigenlijk niet. Zoals er ook eigenlijk geen wetgeving is van hoe buren zich ten opzichte van elkaar moeten gedragen. Ja, dat zijn wel algemene regels, hè. Dat staat zo mooi in de wet.
Je mag geen onrechtmatige hinder veroorzaken. Dus wel hinder, maar mag niet onrechtmatig zijn. Ja, en u bepaalt wat het verschil is? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat wil zeggen, en als je een hoger beroep gaat, weer een ander. Hè. Dus uiteindelijk, degene die het laatste woord heeft, die zegt dan wat onrechtmatig is. Ja, dat heet dan dat het maatschappelijk onaanvaardbaar is. Maar goed, daar verschillen de meningen snel over. Ja, dus wat zijn uw maatstaven? Om heel eerlijk te zijn, omdat we onder elkaar zijn, ga ik toch vaak bij mezelf te raden. Wat vind ik nou? Ja, iets anders heb je niet. Ja, want u heeft zelf in allerlei omstandigheden gewoond. Hè? In de stad, op het land, rustig, druk. Dus u heeft wel kennis van alle leefomstandigheden van kinderen en mensen eromheen. Ja, toen ik als 12-jarige verhuisden wij opeens vanuit een wat door mijn moeder positief omschreven als gezellige volkswijk, naar een dorp op het Zuid-Limburgse platteland. En dat was allemaal prachtig. Ja, kijk, als je objectief gezien zou je zeggen dat is geweldig voor zo'n kind. Hè? Dus frisse lucht, ruimte, koeien en zo. En daar heb ik voor het eerst van mijn leven kennis gemaakt met het begrip verveling. Oh, ik moet in dit verband nog even een citaat noemen dat ik las in het stuk Stadskinderen van Lea Carson. Ze citeert een jongen die een neefje heeft, die woont buiten. En hij zegt, zo zielig, ze hebben alleen maar gras. Ja, onze kleindochter, die is dus de eerste jaren van haar leventje in Amsterdam heeft doorgebracht, die was bij ons in het gooien en we dachten, we nemen hem mee naar het bos. Maar dat op een manier was niet echt vrolijk, totdat er een auto voorbij kwam. En ze riep, auto! Nee. Ja, nee, maar het maakt ook deel uit van de juridisering van de samenleving, dat mensen ook een juridische oplossing gaan zoeken voor wat zij als overlast ervaren. Ze komen naar u in plaats van naar de buren zelf? Ja, ja. Oh. Ik denk, dat is natuurlijk heel erg in. Hè? Dus wat iets is van de laatste jaren overigens, is dat men ook niet meer naar de rechter gaat, maar dat men bij de gemeente gaat klagen. Hè? Dus, en dan hebben ze vast wel een regeltje, want gemeenten maken een heleboel regels die ze niet handhaven. En dan zeggen ze, ja, maar je hebt een regeltje en dat moet je handhaven. En dat is lekker goedkoop natuurlijk, hè? Want als de gemeente moet het dan doen. En bovendien hoef je dan zelf niet de confrontatie met de andere burger aan te gaan. Hè? Dus dat is ook erg een trek. Outsourcen van het conflict. Precies, precies. Ja. Bij wat voor gevallen wordt u geroepen? Geef een voorbeeld. Ik denk in het algemeen de rechtbanken meer dit soort zaken te maken krijgen. Dat komt door de populariteit van de restbijstandverzekeringen. Hè? Dus die, dat heeft een grote aanzuigende werking. Omdat je dan natuurlijk, toch betaalt. Dus dan wil je er ook wat voor hebben. Het is wel een portret van de Nederlandse ziel hier, hè? Ik weet het van wel. En dat kan van alles zijn. Eigenlijk is het iets wat we allemaal weten nog uit onze jeugd. Er is altijd wel die nukkige meneer op de hoek. Of die truttige dame die dan een probleem heeft. En het is, ga je natuurlijk in buurtjes waar ze nog voortuintjes hebben. Er is altijd wel een gepensioneerde die daar rond de kerst de eerste Afrikaantjes plant. En die de kerst dan niet halen, hè, omdat de kinderen, spelende kinderen natuurlijk, die ballen niet uit. Maar goed, maar wat je het laatste jaar natuurlijk met name ziet is herrie. Dus herrieoverlast. En dus kinderstemmen zijn niet meer, mensen zijn niet meer kinderstemmen gewend. Willen het ook niet meer horen. Dus dan krijg je dus procedures als tegen kinderdagverblijven, hè, dat de kinderen schreeuwen in het. En als je daar zo'n man die bij ons in het programma komt, hè, met zo'n geluidsmeter, nou kan je nu al vertellen, zoveel decibel, dat is, als dit een bedrijf was, werd het onmiddellijk gesloten, zegt hij dan. Hè? Maar het gaat om kinderstemmen. En dat is veel geluidsoverlast. En daar kun je natuurlijk nog wel vraagtekens bij plaatsen, omdat kinderen dan eigenlijk niet op een natuurlijke wijze worden bij elkaar worden gebracht. Hè? Die worden dan bijeengedreven in een crash, terwijl ze vroeger gewoon vrij over straat liepen. En dat geluid dus ook wat meer werd gespreid. Maar ook goed bedoelde acties van de gemeente, bijvoorbeeld voetbalkooien zijn berucht. Voetbalkooien zijn zeer, zeer berucht, dat is natuurlijk, dat is allemaal bedoeld, daar moet een jong talent uitkomen. En voortkomen.
En het zijn natuurlijk broeinesten van vervelende jongens. Nou ja, ik overdrijf bij. Maar goed, dan zo tegen en dan hopen de omwonenden dat zo tegen een uur of 7 s'avonds de herrie over is. Maar dan begint het net natuurlijk. Want dan komen de oudere kinderen, voor wie het eigenlijk niet bedoeld is. Nou, die gaan natuurlijk loeihard staan schoppen. En ja, en als je ergens aan gaat ergeren, hè, dan wordt het steeds erger natuurlijk. Ja. Ergeren doet ergeren. En dus dat is een probleem wat opduikt. Met name als de gemeente iets doet om de jeugd, om wat mogelijk te maken voor de jeugd, is altijd omwonenden die daar problemen mee hebben. Soms terecht. Ik bedoel, het is natuurlijk niet leuk als je opeens op dat schattige pleintje waar vroeger de rhododendron stonden, ik noem maar wat, dat daar opeens een voetbalkooi staat. Ik kan me voorstellen dat je daar heb je niet voor gekozen, zoals dat is. En dat is not in my backyard, of in dit geval dan in de front yard. Ja, en, dus dat is een punt. Dus over het algemeen speelvoorzieningen, leuke speelvoorzieningen, maken herrie. Dat klimrek van Aldo van Eyck maakt helemaal geen herrie. Ja, persoonlijk heb ik als kind nooit zo'n klimrek leuk gevonden. Er moet geluid uitkomen, dan is nou het pas leuk. Het moet bewegen, je moet er wat mee kunnen, hè? En dus ja, dus... Heeft u wel eens iets verboden? Probeert u de zaak te schikken? Heeft u wel eens een echt verbod uitgesproken? Nou, de grens ligt waar het pesten wordt. En met name als daar ouders zich achter de kinderen gaan verschuilen om te pesten. Dat komt voor. En dan is er iets, hè. Dus dan bijvoorbeeld een speeltuin gehad. Er stond dan zo'n akoestisch speelinstrument. Ja, gewoon een herrieding. En daar... Maar nee, hoor, het viel wel mee. Er zaten van die bellen op. En die kon je dan kon je er ook nog spelende wijze tonen mee leren. Dus de soort doen. Maar de bedoeling was dat je dat met knuisjes deed. Ja, maar dat doet pijn. Als je daarop slaat. Want je wil daar geluid uit hebben. Dus wat doen die kinderen? Die gaan natuurlijk een stok zoeken. En die gaan dan tong, 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 tong. En ik geef toe dat dat op een zomerse dag, als de buurt op het balkon zit, wordt dat wat irritant na een uurtje. Dat toing, toing, toing. Nou, dan gaat zo'n buurman, die vraagt, en die gaat naar die speeltuin toe. En er zit dan altijd zo'n vrijwilligster natuurlijk. En die zegt, zou dat wat minder kunnen? Nou, nee dus. Want je voelt onmiddellijk, kun jij niks van die kinderen hebben? En dan wordt het dus niet zozeer meer een conflict over wat die kinderen doen. Maar dan wordt het eigenlijk een conflict tussen volwassenen. En dan gaat het verkeerd. Ja, en dan dus? Nou ja, dan moet ik erbij komen en dan moet ik zeggen, de stok moet opgeruimd worden. Ik bedoel, daar hoef je geen rechten voor te studeren. We kunnen allemaal wel rijdende rechter worden, zeg. Denk ik ook, vaak ook wel gezond verstand. Ja, het zou wel vreemd zijn geweest als ik had geroepen, die kinderen moeten dag en nacht doorbeuken. Maar we hebben toch iemand nodig, een autoriteitsfiguur als de rijdende rechter, die een uitspraak komt doen die eigenlijk vooral gezond verstand is. Als het goed is wel, ja. Kijk, als je uitspraken krijgt die voortdurend strijdig zijn met gezond verstand, dan is iets niet helemaal in orde. En dus dat proberen we ook te voorkomen. Je weet natuurlijk nooit als men in hoger beroep gaat en al die studeerkamerjuristen komen, wat er dan uitkomt. Dan kun je hele rare uitslagen krijgen. Maar dat probeer je te. Lukt het wel eens om tot een schikking te komen? Nou, in dit geval, wat ik nu zeg, was er een uitspraak. Maar ik weet zeker, als we het zonder televisie hadden gedaan, dan had ik het wel geregeld. Ja. Want de oplossing was eigenlijk heel eenvoudig. De betreffende vrijwilligster moest worden verwijderd. Dus dat was het probleem ook opgelost. Want er bleek dus een bestuur achter te zitten die van goede wil waren. Ook erg waren geschrokken. Dus normaal gesproken komen gezonde mensen daar wel uit. En soms is ook een beetje conflict nodig. Wij zijn natuurlijk erg conflictmijdend geworden. Hè? Mm-hmm. Dat wil zeggen, we zoeken steeds het conflict. Maar zo gauw het echt ernstig wordt, dan roepen we allemaal, hoe eng, geweld, weet je wel. Ja. Ja, maar ja. Lia Karsen zei straks ook, vroeger was er een heel koor aan mensen die eigenlijk mede het kind opvoeden. Ja. En nu, niemand durft iets te zeggen, want je hebt gelijk ruzie. Ja, als je maar wijst naar een kind natuurlijk, dan is het dan helemaal fout. Mm-hmm. Ja. Dus daardoor komt het ook dat we het aan u uitbesteden als buitenstaande en als gezaghebbende autoriteitsfiguur in de samenleving om iets te zeggen wat we eigenlijk zelf al lang weten. Ja, en het ernstige is, met die hele kleintjes hebben we dat, hoop ik, niet zo door. Maar het hele ernstige is natuurlijk als je met pubers te maken hebt en dat die ouders zich dus lenen voor zo'n conflict. Moet je voorstellen wat voor een opvoedkundige werking daarvan uitgaat.
Het kan enkel verkeerd aflopen. Hè? Of de ouders verliezen. Dus, het allereerste. Ik zeg wel als kind met de kinderen. Hè? Dus dat zien we natuurlijk heel vaak ook op de rechtbank. Ik kan het u uittekenen dat je ziet ze binnenkomen. Jongen op de bromfiets, opgevoerde brommer. Mag natuurlijk niet. Ik deed het ook. Maar als je gepakt wordt, dan hang je. Ja, en nou, goed, dan komt er zo'n vader mee. Nou, je wil het niet geloven. Die is nooit zijn jeugd erboven gekomen waarin hij ook een keer gepakt is. En die gaat dan eigenlijk, liefst zouden die zonen van hem naar huis sturen en de zaken overnemen. Nou, dat is natuurlijk uit een oogpunt van een opvoedkundig oogpunt natuurlijk verschrikkelijk. Je kunt het dan als rechter ook nooit meer goed doen. Ja. En hoe zit het met die omwonenden die recht in eigen hand nemen? Ik weet nog verhalen uit het Parool over een kinderdagverblijf waar de kinderen door eieren werden bekogeld ja. Door boze buurtbewoners. Dan kunnen we beter het aan u overlaten. Dat is, dan kun je beter naar ons toe komen. Ja, nee, dat is duidelijk. Nee, nee. Dus af en toe heeft het toch wel zin. Nou, ik kan me een keer herinneren, en dat vond ik wel mooi, dat was ook hier in Amsterdam bij dat monument, bij het, met ook grote vijver ervoor, op een zomerse dag, en al die kinderen waren erin aan het spelen, ik zat op het bankje, en er zat een moeder naast mij, en haar zoontje, die werd steeds gepest door een groter kind, die duwde het kind steeds om. En daar had ze een geweldige oplossing voor. En toen heeft ze een andere grote jongen, die heeft ze toen nog een gulden gegeven. Ik geef jou een gulden als je hem eens flink te pakken neemt. Ja, nee, maar dat mogen we natuurlijk niet propageren. Maar, maar ondertussen, zelfredzaamheid. Nou ja, ik denk dat het... Ja, wel goed is. Ja. Gewoon onderling regelen. Ja. Maar dat kinderen... Geen wonder dat de rechterlijke macht zo aan ontzag, aan gezag inboet in Nederland. Ja, dat wordt me vaker verweten. Nee, ik ben inmiddels een beetje met pensioen, dus ik kan wat luchtiger... Nee, maar de juridisering, zoals ik zeg, dat is natuurlijk ook dit soort zaken sterk toegenomen. En echt hoor, ik zeg niet dat er geen overlast is. Natuurlijk is overlast, daar woon je voor in de stad. Maar de grens ligt eigenlijk bij kleine criminaliteit. Als natuurlijk je ruiten gaan inslaan, stelen, noem maar op. Dat is, maar gewoon spelende kinderen die vervelend zijn. Ik vind, daar mag je best wat van zeggen. Een heel aardig voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Ik had op een gegeven moment... Dat ze, het was knikkertijd en toen gingen ze bij mij voor de deur knikkeren. Maar dat deden ze niet op een normale manier. Nee, die knikkers die kwamen allemaal op ooghoogte over. Dus wat heb ik gedaan? Ik had nog wat snelcement. Dus ik ben toen naar buiten gelopen en toen zei ik tegen een van die jongetje, ik weet een veel leukere plek om te knikkeren. Namelijk bij hem voor de deur. Dus toen ben ik bij hem voor de deur gegaan. Daar heb ik met een koevoet een steen eruit gehaald. Heb ik een knikkerputje gemaakt. En een knikkerputje bij mij heb ik mijn snelcement dichtgemaakt. Waardoor het probleem was opgelost. Zelf redt ze mij. Staat 's avonds die vader voor de deur. Een Brabander, meer hoef ik niet te zeggen. Met een koevoet. Die altijd zei, je moet die kinderen hun gang laten gaan. En zegt, nou, dat doe ik. Bij jou voor de deur. Ja. Oh, wat heerlijk. Nou. Maar het was een rijdende rechterzaak waard geweest. Zeker. We hadden allemaal met heel veel plezier gekeken. Maar ik ben bang voor nu dat we het ermee zullen moeten doen. Ik vrees ervan. Ja. Het was een genoegen. Dank u wel, meester Visser. Heerlijk. We gaan naar het laatste onderdeel van onze avond. Ik vind het al heel jammer dat het al bijna afgelopen is. Heren. Heer, dame, Lenny van Klink en Helene Terwijn. Helene is oprichter van IMC Weekendschool, inmiddels scholen. 10 weekendscholen in heel Nederland. Klopt. En Lenny van Klink is directeur van Consultancy Rebel, gespecialiseerd in publiek-privaat samenwerkingen en vooral innovatieve vormen daarvan. Maar daarnaast heb jij ook een vorm van particulier onderwijs op je genomen, omdat je zag vanuit jouw kantoor in Rotterdam dat er in Rotterdam-Zuid een heleboel kinderen waren die behoefte hadden aan een blik op de wereld. Misschien kunnen jullie allebei even kort iets vertellen eerst wat dat is. Dit is de Rebel Junior Academy. Lenny, jij eerst? Ja, Rebel Junior Academy is een naam die wij zelf verzonnen hebben omdat wij...
nieuwe medewerkers in een eigen academy de kneepjes van het vak proberen te leren. En we zijn er eigenlijk bij stom toeval achter gekomen, want ja, ik hou me helemaal niet bezig beroepsmatig met kinderen. Dus voel mij ook als minste expert. Maar je hebt er wel een paar, hè? Ja, ik heb eigen kinderen, ja. Dus aldoende leert men, hè, in de opvoeding. Dus dat gaat stap voor stap. We hebben er drie. Maar we zijn erachter gekomen dat er in Rotterdam ongelooflijk veel kinderen rondlopen met heel erg veel talent. Maar dat die net de pech hebben dat ze niet in een stimulerende omgeving zitten om dat talent maximaal te benutten. Nou, wij beschouwen die kinderen als onze adviseurs van de toekomst. En we zijn daardoor gaan nadenken en hebben een programma gestart met een aantal basisscholen in Rotterdam, niet alleen op Zuid, maar ook in Rotterdam-West. Waarin we die kinderen een blik op de wereld geven. En eigenlijk is onze bedoeling dat we de stap van de basisschool naar het gymnasium of naar het ateneum makkelijker willen maken. Omdat we merken dat er veel kinderen zijn die toch niet voldoende bagage hebben om die stap te maken. En dat doen we bij ons op kantoor. Laat eerst even een korte flits zien van een film die bij jou op de website te zien is. Ja. De Rebel Junior Academy is een programma waarin we talentvolle kinderen hier uit Rotterdam een bredere blik eigenlijk op de wereld willen geven. Dus we werken met ze aan taal, aan algemene ontwikkeling, aan kinderliteratuur. En we proberen ze te stimuleren kritische kleine burgers te worden. En uiteindelijk ook om al hun talenten te ontplooien. Dus dat ze straks vanaf de basisschool zo hoog mogelijk kunnen instromen op het voortgezet onderwijs. De Junior Academy wordt gegeven door collega's van Rebel. Dus het zijn adviseurs van Rebel Groep die iedere maandagmiddag met de kinderen aan het werk zijn. Het gaat om een aanvulling op het bestaande lesprogramma. En wij willen vanuit onze eigen ervaring mensen helpen, de kinderen helpen om nieuwe inzichten te verwerven. Rebel Junior Academy is ontstaan omdat we gemerkt hebben dat er in Rotterdam veel kinderen rondlopen die barsten van het talent, maar die eigenlijk niet de mogelijkheden krijgen om dat talent maximaal te benutten. Omdat het gymnasium van mening is dat deze kinderen in een onvoldoende stimulerende omgeving zitten, waardoor ze minder kansrijk zouden zijn. Nou, dat vinden we belachelijk en daar willen we wat aan doen, want kinderen die kunnen en willen, die verdienen alle kansen. De leukste les vond ik de ene keer met de rechter, want toen kwam een politieagent bij ons hier. En ja, dan leer ik iets anders dan op school. Ik vind het belangrijk om hier aan mee te doen, omdat dan kan je meer leren van dingen. Ik wil mijn kennis vergroten, want dan kan ik een betere toekomst hebben. Wat we heel erg belangrijk vinden, is dat de kinderen in een andere omgeving komen dan op school. Daarom geven wij ook les bij ons op kantoor en niet op school, omdat daarmee bereikt wordt dat de kinderen bij zichzelf realiseren, werken in zo'n omgeving, dat is haalbaar voor mij. Dus we zijn op zoek naar andere bedrijven, organisaties en instellingen die net als wij ook zo'n programma als Rebel Junior Academy willen starten. En wij willen deze bedrijven ook helpen om zo'n programma te starten en willen het materiaal dat wij hebben ook beschikbaar stellen. Ik denk dat de Junior Academy zeker een positieve vibe geeft aan de werksfeer hier op kantoor. 16 rijdende kinderen op maandag, die kunnen wat lawaai maken. Maar als ik om me heen kijk, dan zie ik ook alleen maar vrolijke gezichten bij de Rebels zelf. We hebben bij ons ook de projectmanager bij Rebel, René Jaarsma. René, stuiven op. Nog een keer. Ja.
Dan weten jullie dat zij dat is. Kun je er zo aanschieten als je zelf in je eigen bedrijf een privéschool wil beginnen. Helene, jij bent in 98 begonnen met één school. Je hebt daarvoor je baan bij de universiteit opgegeven. Je dacht, dit is het helemaal. En je collega zei, je lijkt wel gek. Ja, dat klopt. Ja. Zal ik vertellen hoe ik met de weekendschool begonnen ben? Ik ben psycholoog, ik werk als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Ik deed een groot onderzoek in de Amsterdamse Bijlmer. Daar is nu de eerste en oudste IMC-weekendschool. Dat is 17 jaar geleden opgericht. Inmiddels zijn er 10 IMC-weekendscholen in Nederland. Allemaal betaald door bedrijven en fondsen, niet door de overheid. En ik deed een onderzoek in Amsterdam-Zuidoost. En ik sprak daar honderden jongeren. Die heb ik 3 jaar lang gevolgd. En er is een heleboel bevindingen uit dat onderzoek gekomen. Maar de belangrijkste is eigenlijk 2 dingen. 1, ik ontdekte dat kinderen van 10 enorm nieuwsgierig zijn om de wereld te ontdekken. En ik ontdekte dat heel veel jongeren afgeleden. En velen ook in het gat tussen de basisschool en de middelbare school vielen. Niet naar hogere schoolniveaus gingen terwijl ze daar wel de brains voor hadden. Maar ook als ze naar lagere schoolniveaus gingen, dat ze dan hun grote toekomstplannen en motivatie kwijtraakten. En ik begon erover na te denken en ik dacht, deze jongeren missen dat ze interessante dingen meemaken. Veel kinderen werden ook door hun ouders thuis gehouden, omdat het gevaarlijk is op straat. De Bijlmer is overigens een stuk verbeterd vergeleken met jaren 90, toen het echt heel gevaarlijk was. Dus de jongeren vlogen van verveling tegen de muren op. En ik dacht, wat deze jongeren nodig hebben, wat ik ze echt zou gunnen, is een plek waar ze interessante dingen mee maken, waar ze interessante mensen ontmoeten. En zo heb ik de weekendschool opgericht. En dat is kort gezegd een plek waar jongeren tussen de 10 en de 14 3 jaar lang elke zondag naartoe gaan. En vrijwillig? Vrijwillig. Ze staan in de rij, er zijn wachtlijsten op alle 10 weekendscholen. En dan krijgen ze les van mensen die interessant werk doen. Mensen die een passie hebben voor hun vak. En dat zijn heel uiteenlopende vakken. Dat zijn vrijwilligers? Dat zijn allemaal vrijwilligers. Op de 10 IMC weekendscholen in Nederland geven 3000 vrijwilligers les. Dus op zo'n school zitten 100 kinderen. Er zijn er 10 in Nederland. Dus elke zondag gaan 1000 kinderen in Nederland naar IMC weekendschool. 3000 gastdocenten per jaar. En dat zijn mensen met heel uiteenlopende beroepen. Dokters, verpleegkundigen, rechters, advocaten, sterrenkundigen, filosofen, dichters, beeldend kunstenaars, noem het maar op. Heel verschillend. We hebben een 3-jarig curriculum met een keur aan vakken. En het is voor jongeren van alle schoolniveaus. Want onderdeel van mijn observatie was, en dat is uit de ontwikkelingspsychologie ook bekend, dat je ervaringen vormend zijn en dat het voor jongeren op alle schoolniveaus belangrijk is. En je ziet ook bij ons, we hebben een afspiegeling van de Nederlandse bevolking, dus ook bij ons gaat 60% van de leerlingen naar het VMBO. Maar ze komen op de weekendschool, ze maken daar 3 jaar lang, krijgen ze les van al die interessante mensen. En ze leren daar heel veel van. Ze krijgen er zelfvertrouwen van. Dat kunnen we ook meten. Hun toekomstperspectieven worden vergroot. En ze houden hun motivatie vast. En dat is ontzettend belangrijk. Je ziet ook juist bij oud-leerlingen van de weekendschool. De oudsten zijn nu 27 jaar trouwens. Die komen zelf alweer lesgeven. Dat is heel erg. Dat is het allerleukste van de weekendschool. Maar je ziet ook dat ze het lef ontwikkelen om door te blijven gaan. En wij zeggen altijd tegen de kinderen, iedereen zegt tegen je, haal het hoogste diploma, dat is belangrijk voor je. Wij zeggen, haal het diploma wat je kunt. Natuurlijk, een diploma geeft je vrijheid. Haal het diploma wat je kunt. 1 ding is nog belangrijker dan je diploma, dat je later iets gaat doen wat bij jou past. En dat snappen kinderen heel goed, dat snappen ouders heel goed. En daardoor krijg je ook aandacht voor de kinderen die naar het VMBO gaan, kinderen die naar het MBO gaan. En er wordt vaak op neergekeken, terwijl je daar heel interessante opleidingen kunt doen. En terwijl het voor een heleboel kinderen veel interessanter is om cameravrouw te worden dan bijvoorbeeld dokter. Het gaat er echt om dat jij de kans krijgt om te experimenteren en je eigen weg te vinden. Ja. Dat biedt de weekendschool. Wat leren ze bij jou, Lenny? Ja, bij ons gaat het eigenlijk om een aantal thema's die heel belangrijk zijn. Taal en taalbeheersing. Dus het echt begrip van de Nederlandse taal. We gebruiken toch heel veel spreekwoorden en gezegden, zonder dat we daar eigenlijk rekening mee houden. Maar die moet je wel geleerd hebben.
wereldoriëntatie. Dit zijn kinderen die thuis geen Nederlands spreken? Ik ga ervan uit dat er weinig Nederlands wordt gesproken. Ja, dat mag je wel, dat mag je wel zeggen. Iets eenvoudig als zijn maag draaide zich om. Dat wordt heel letterlijk genomen. En snap je eigenlijk die finesses. Het vingerspitsengevoel van de taal leer je daarmee niet. Dus wij laten de kinderen heel veel lezen. En moeten ook bij elk boek 10 of 20 woorden opschrijven die ze nog niet kenden. En die worden gedeeld met elkaar en zo wordt die woordenschat vergroot. Nou, dat is één deel. Twee deel is wat wij noemen wereldoriëntatie. Dus hoe zit dit land eigenlijk in elkaar? Wat doet nou een burgemeester? Wat doet een notaris? Maar ook wat doet een huisarts en wanneer kan je naar een huisarts? Om algemene bagage. En het derde punt wat bij ons heel erg belangrijk is, is je uiten en je mening geven, discussiëren. Omdat we merken dat die kinderen vaak het erg moeilijk vinden om in het openbaar te spreken. Terwijl dat juist ongelooflijk belangrijk is. Dus we debatteren wat af. En dat gaat over van alles. En dat is ontzettend leuk. Dus we... Je gaat ook met ze op reis, hè? Ja, we nemen ze overal mee naartoe om dingen te laten zien. Dus we werken heel thematisch. Zo maken we een raket. En die schieten we van het dak van ons kantoor af. En iedereen vindt het ontzettend leuk. Heel leerzaam. Leuk. Ja, dus wie komt het hoogste? Dat is natuurlijk, dat geeft een competitieelement. Maar daarna gaan we met ze naar de Technische Universiteit. In Delft, om te laten zien wat je daar allemaal kan studeren. En omdat onze medewerkers allemaal een universitaire opleiding achter de rug heeft, hebben we nog heel veel contacten. Dus kan zo'n bezoek makkelijk georganiseerd worden. Dus je bent ook wel eens met ze naar de Tweede Kamer gegaan, vertelde je? Ja, Tweede Kamer, omdat we het ook belangrijk vinden om uit te leggen hoe ons stelsel in elkaar zit. En dan hebben we het geluk dat een van onze collega's weer een echtgenote heeft die Tweede Kamerlid is. Ja, en dan krijg je een tour behind the scenes. En als we dan achteraf vragen, wat vonden jullie het leukste van deze dag? Dan krijgen we ook te horen, de treinreis, want ik had nog nooit in de trein gezeten. Hè, dus daar gaat het ook over. Dat proberen we te doen. Je vertelde ook dat toen het erom ging hoe die kinderen uit hun wijken naar jouw kantoor te krijgen ging. Je zei, ja, al die taxis, laten we ze gewoon met de fiets gaan halen. Maar dat ging niet. Nee, want wat ik zelf echt het mooie aan dit programma vind, is dat het niet alleen de ogen van die kinderen opent, maar ook onze ogen heeft geopend. De ogen van het talent. En onbewust heb je toch je eigen opinie over hoe dingen moeten of gaan. En door samen te werken met die kinderen leer je dat er ook hele andere manieren zijn. We hadden wat problemen met het taxibedrijf, heel operationeel. Dat lukte allemaal niet om die kinderen ergens mee naartoe te nemen. En toen heb ik inderdaad voorgesteld, dan gaan we toch fietsen. Omdat in mijn perspectief alle kinderen in groep 7 en 8 een fiets hebben. Het is maar een heel klein voorbeeld, maar ja, dat was dus niet zo. Omdat als je in de Afrikanenwijk woont, heb je geen fiets. Want ja, je komt de wijk niet uit. En als je ergens naartoe gaat, dan doe je dat lopend. Nou, het is niet erg. Het is ook, het een is niet beter dan het ander. Maar het is wel heel mooi om bij elkaar om van elkaar te leren. En dat is iets wat binnen ons bedrijf heel belangrijk is. Wij vonden onszelf heel erg open. Wij vonden onszelf heel erg ontvankelijk. Maar ik moet wel zeggen, wij hebben een hele grote blauwe deur. En dat is een soort Fort Knox deur. En je moet wel heel erg zelfverzekerd zijn als je wil integreren om dan door die deur heen te komen. Nou, en wat wij proberen met dit programma is die deur open te zetten. Ja, en daar komen de mooie ontmoetingen van. Betaalt je bedrijf dit allemaal zelf? Ja, en ik wil ook absoluut geen inmenging van de gemeente. Want dan krijg ik een stuurgroep, een meedenkgroep, een klankbordgroep, een beoordelingsgroep en een auditgroep. En dan moet ik gaan uitleggen waarom de een wel en de ander niet. Dat doen we in heel goed overleg met die scholen. De school selecteert. De school is dagelijks bezig met de kinderen. Ze zijn me allemaal even lief. Maar ik kan er maar een beperkt aantal in ons groepje opnemen. En alsjeblieft geen inmenging van de gemeente. Jij alleen, geen inmenging van de gemeente?
Nee, wij hebben al 17 jaar, doen we alles zonder overheidssubsidie. En dat willen we ook graag zo houden. Dat was een bewuste keuze. En het is ook, de weekendschool wordt helemaal mogelijk gemaakt door al die vrijwilligers. Hè, 3000 per jaar die les komen geven. Bedrijven die hun deuren openzetten, musea die hun deuren openzetten. Want we gaan natuurlijk ook met de kinderen op uit. Dus het is ook heel vanzelfsprekend om bedrijven aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. En de bereidheid is heel groot om mee te doen. Want ook wij zien op de mensen die bij ons lesgeven grote effecten. Mensen vinden het ontzettend leuk. Wij bedanken natuurlijk de mensen die als vrijwilliger lesgeven over recht of waarover ze ook lesgeven. Maar de gastdocenten bedanken vaak ons. Dat ze eens een kijkje krijgen in het leven en de belevingswereld van de jongeren, waar ze niet elke dag mee in aanraking komen. Worden ook geconfronteerd met hun eigen vooroordelen bijvoorbeeld. Gastdocenten zeggen vaak als ze in Amsterdam-West hebben lesgegeven bijvoorbeeld, waar vrijwel uitsluitend Marokkaanse jongeren op zitten, zeggen ze van, ja, eerlijk gezegd had ik een heel negatief beeld van Marokkaanse jongeren. En nu zie ik hoe leergierig de kinderen zijn. En dat het beeld in de media soms heel eenzijdig gekleurd is. Voorbeelden. Of een tijdschriftmaker die zegt, ja, ik ben altijd aan het nadenken over de jongen, maar die verhalen die ik hier te horen krijg, dat het echt heel anders is. Dus het is ontzettend leuk belangrijk om op deze manier samen te werken. De gasten zijn er ook echt wat van leren en dat is heel natuurlijk daarbij om ook juist geen overheidssubsidie te vragen. Toch, mijn laatste vraag aan jullie, helaas door de tijd gedwongen. Ik ben er zelf heel verscheurd over. Ik vind het fantastisch dat jullie dit op je nemen. Tegelijkertijd denk ik, en het is ook bedrijven en jij als individu die je maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Toch denk ik, daar hebben we nou toch godverdomme bij uitstek de overheid voor. De overheid is er in mijn ogen om goed onderwijs aan iedereen te geven. Daar moet nog heel veel gebeuren. Ik denk dat het juist belangrijk is dat we ons allemaal realiseren in de grote stad, ook in kleinere gemeentes, maar nu over de grote stad, van ja, daar groeien jongeren op. En wat heb ik eigenlijk te bieden aan de jongeren die opgroeien in deze stad? Wij zien ook dat heel vaak bedrijven en individuen naar de weekendschool toekomen om een dienst aan te bieden. En ik denk dat dat heel erg goed is. En dat je het niet eens kan om alles alleen aan de overheid over te laten. En ik vind het juist heel erg mooi dat wij al die diensten aangeboden krijgen, dat het op deze manier werkt. En ik vind dat de overheid best ook oog heeft voor de jongeren waarmee het slechter gaat in Amsterdam. Vergis je niet, in Amsterdam-West, Zuidoost, de buurt waar wij actief zijn, Amsterdam-Noord, hebben kinderen, die gaan echt niet met een bakfiets naar judoles. Die hebben misschien in een warme zomer één keer geld om een zwembadkaartje te betalen. En de gemeente doet daar best veel aan om ook die armere gezinnen tegemoet te komen. Ik denk dat de verantwoording van ons allemaal is om te kijken wat we voor alle jongeren in Amsterdam kunnen doen. Ja, voor mij geldt het volgende. Ik beschouw mezelf als een ongelofelijke geluksvogel. Omdat ik de mogelijkheid heb gehad om te leren en om te studeren. En om mijn pad te vinden in mijn carrière. Maar dat heb ik niet alleen gedaan. Dus er zijn altijd mensen geweest die ook mij geholpen hebben en gesteund hebben. En zo kijk ik ook naar dit programma. Je moet af en toe een kans krijgen. Iemand moet bereid zijn om het in je te zien zitten. En dat vind ik geen overheidstaak, maar dat vind ik een taak van ons allemaal. En daarom doe ik dit. Nou, dat was het dan. We gaan... Wat hebben we zoal gehoord en geleerd? Veel. Het is er... Ik denk dat we allemaal gaandeweg de avond terugdenken aan onze eigen kindertijd. Hoe laat zich dat wat ik vanavond heb gehoord vergelijken met mijn eigen jeugd? Mijn eigen gevoel is dat het er niet makkelijker op geworden is. Er is, ouders zitten veel meer bovenop hun kinderen. Misschien omdat veel vrouwen op latere leeftijd kinderen krijgen. En denken, nou, laatste kans baby en daar een beetje spastisch over doen.
door het succes van dat alles zijn er dus veel meer kinderen. Veel meer kinderen die in de stad willen blijven wonen. Die van het milieu genieten. Of misschien niet eens beter weten. Hè? Zoals Beb toen aan de Achtergracht. Als kind weet je toch niet beter. Maar daardoor is er wel meer strijd in de stad nu. Meer strijd om de ruimte. We lezen allemaal veel meer in de krant over pesten. Veel meer strijd tussen het leven dat je leidt aan en achter een scherm en buiten op straat. Toch is het leven ook weer spannender. In mijn jeugd kon ik veel meer zelf verzinnen. Er werd een groter beroep op mijn eigen verbeelding gedaan. Ik denk dat ik dat mijn hele leven met me heb meegedragen. Maar nu heb je ook veel meer tot je beschikking. Dus anderzijds is het leven ook veel rijker en veelzijdiger geworden. Inderdaad, met schermen, met playdates, met baby chino's in de kindvriendelijke horeca. Nou, laat ik daar niet te schamper over doen, maar we hebben veel keus. En soms kun je er ook last van hebben, wou ik maar zeggen. We gaan weer op 23 februari hier bij elkaar komen. Of hier of in de salon, dat zien we dan wel. Thema dan is stadstaal. Tot onze gasten behoren onder andere Remco Kampert en Jeroen Henneman. Die het mooie boek De Stad samen hebben gemaakt. We hebben ook een urban poet die gedichten hier en daar 's nachts in de stad plaatst. En het thema daarna van maart zal zijn Amsterdam After Dark. Gaat over liefde en moord en hoererij. Ik weet nog niet precies waar het over gaat, maar zoiets. Rest mij jullie te bedanken voor je komst. Voor je bereidheid om dit allemaal met, denk ik, toch plezier aan te horen. Ik heb in ieder geval veel gelach om me heen gehoord. Ik heb er ontzettend van genoten. Bedankt en ik hoop jullie hier gauw weer te zien. Gordelzon, binnenstaande, buitenspieren checken, 100. Smooth. Hey Serino, of wat dan? Gooi wat op, man. Yo Nigel, 110. Zie, 120. Ik rijd naar mijn boy, hij woont in Eiburg. Ik zie hem niet vaak, we hebben kei druk. Niet alleen de afstand, maar ook de tijd kut. Vroeger waren we een team, wiepte mij stuk. Tijden zijn veranderd, wij zijn ook veranderd. We hebben kids nu, we zien nu alles anders. Ik blaas 130, ik wil niet harder. Mijn favoriete track houdt me altijd wakker. Ik rijd door de regen, ik zal me tegen. Tuurlijk kom ik altijd terug naar Nijmegen. Tuurlijk, man. De stad is stil zonder Ras King, baby. Ik wil even hands-free met mijn broer Hezen. Op de helft van de weg, ik rijd langs Utrecht. Nooit slechte tangen zie je, nooit stress. Maar met een wifey als de mijne is een ras geblest. En mijn wifey is met de Ras King geblest. Als ik fucked up ben, stap ik in mijn bak. Pak ik de snelweg en ga ik 80. En ga ik 100. En ga ik, als ik moves wil maken, ook al is het laat, pak ik de snelweg. En ga ik, 110, hey. En ga ik, 120, en ga ik. Ik ben overal geweest, maar zo prachtig. En ze vinden Max nog steeds zo schattig. Om de 5 kilometer...